Goed, dan kan ik jullie 7:01 zeggen. Dan kan ik jullie officieel welkom heten hier in de UFO in Gent. En ik wil natuurlijk de Universiteit van Gent heel erg bedanken voor ons te ontvangen. Ikzelf natuurlijk van de klimaatzaak, maar we gaan het ook nog over andere dingen hebben dan de klimaatzaak. Het is trouwens een schitterend initiatief dat de universiteit onderneemt. Het warmlopen voor de klimaattop die eind dit jaar georganiseerd wordt in Parijs. En die ongelooflijk belangrijk is. Maar het belang van die top die wordt straks nog wel in de verf gezet. Vandaag discussiëren we en gaan we jullie informeren over een van de misschien wel belangrijkste wereldproblemen die er zijn. Dan hebben we het over klimaat. En waarom durf ik dat toch wel in de mond nemen? Want ik weet dat dat wel nogal een zwaarwichtig is als ik zeg dat het een van de belangrijkste wereldproblemen is. En dat is dat er een soort van tipping point is. We weten allemaal dat de aarde aan het opwarmen is en dat dat komt door ons menselijk gedrag. Namelijk het verbranden van fossiele brandstoffen. En dat er een soort van tipping point, en met name 2 graden Celsius, is. Dat we dat door ons eigen menselijk gedrag niet meer gaan kunnen terugschroeven. En daarom ook onder andere het belang van Parijs, dat daar serieus moet gediscussieerd worden. Welke inspanningen dat we allemaal moeten doen, wereldwijd, niet alleen België, niet alleen Vlaanderen. Om dat tipping point te vermijden. Maar straks gaat... waar zit hem? Serge de Gelderen daar gaat daar nog wel over uitgebreid spreken. Wie nog van de klimaatzaak is aanwezig? Stijn Meuris, Nick Balthazar, die gaan straks ook nog een hele mooie, zeer gemotiveerde exposé geven. En we hebben ook nog in ons midden iemand die gaat vertellen over de Climate Express. Ook een prachtig initiatief. Waarbij dat jullie zeker ook kunnen inzetten, want de komende maanden is daar heel wat werk te verrichten. Dat is Jeroen Baats. Maar eerst en vooral geef ik het woord graag aan de milieucoördinatrice van de Universiteit van Gent. Zij is ook de trekker van het duurzaamheidsbeleid. Kom eraan. Alsjeblieft, Riet van de Velde. Goedenavond allemaal. Een van de strategische opties van de universiteit is het inzetten op duurzaamheid. En enkele jaren geleden hebben zij dat bekrachtigd met een mooie zin. De Universiteit Gent wil een toonaangevende kennisinstelling zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is binnen een lokale en een mondiale context. Een heel mooie slogan waar we ongetwijfeld veel PR kunnen rondvoeren, maar waar gelukkig ook wel een heel ambitieus beleid achter zit. Een van de drijvende krachten achter het duurzaamheidsbeleid is de denktank Transitie UGent. Transitie UGent bestaat uit meer dan 200 geëngageerde personeelsleden en studenten, uit experten, uit beleidsvoerders. En die denktank Transitie UGent die fungeert als een open vernieuwingsnetwerk waarin kenners en doeners, beleidsvoerders, kennisgevers, kenniswerkers allemaal samenwerken, geregeld samenkomen, nieuwe ideeën formuleren, acties op poten zetten en een positieve, een constructieve druk uitoefenen op dat duurzaamheidsbeleid dat eigenlijk toch niet zo ver gaat als eigenlijk zou moeten of toch trager gaat dan eigenlijk zou moeten. Wat doen we met de universiteit ook? Sinds kort hebben we een duurzaamheidskantoor gelanceerd waar we naast beleidsmedewerkers ook studenten te werk stellen. Wat doen we met dat duurzaamheidskantoor? Daar gaan we al die input, al die ideeën die eigenlijk massaal geformuleerd worden en op ons afkomen, gaan we proberen vastnemen, gaan we proberen omvormen tot concrete projecten. Wat doen we daar nog? We proberen daar samenwerkingsverbanden op te bouwen met onze onderzoeksgroepen, onze experten aan de universiteit. We proberen dat duurzaamheidsverhaal aan de universiteit levendig te houden. We proberen dus ook de klimaattop levendig te maken aan de universiteit. We proberen dat verhaal tot bij de mensen te brengen. En een van de acties waarmee we nu bezig zijn, is het voorbereiden van heel wat open lessen, van heel wat workshops tijdens de klimaattop. Is het organiseren van een creatief parcours, een soort kunstenparcours, een mini-lichtfestival, een mini-over-the-edge-festival, waar we in onze gebouwen, langs onze gebouwen,
hun creatieve installaties willen gaan installeren. Dus een warme oproep naar creatievelingen om u aan te bieden en om ook iets in onze gebouwen te maken dat ons doet nadenken over een duurzamere toekomst. Vanavond geven wij het startschot van die weg die we te gaan hebben met deze avond. We hopen op een heel boeiende avond, we hopen op een heel boeiende 6 maanden, een boeiend jaar in een versnellingske hoger. Dank u wel. Dank u wel, Riet van de Velde. De volgende jonge kerel die een exposé gaat geven en zich helemaal heeft klaargestoomd, dat is Jeroen Baats, ex-student hier van de Universiteit van Gent. Hij heeft gestudeerd voor bio-ingenieur, werkt nu ook als bio-ingenieur en daarnaast steekt hij onnoemelijk veel tijd en energie in de Climate Express. Hij gelooft in de macht van het getal. Hij wil een statement maken op de klimaattop in Parijs. Dat wil zeggen, hij wil met heel veel mensen naar Parijs trekken. Maar Jeroen, jij gaat daar meer over vertellen. Dus ik heb het eer gekregen om de organisatie Climate Express voor te stellen vanavond, met dank aan de klimaatzaak. Ik denk dat we een heel complementaire organisatie zijn, aangezien dat de klimaatzaak de rechterlijke macht aanspreekt, terwijl dat bij de Climate Express meer gaat over de burgerlijke macht. Misschien eerst een korte introductie over onze organisatie. Wij zijn 2 jaar geleden ontstaan en we zijn ontstaan met een gigantische trein dat wij hebben georganiseerd van Brussel naar Warschau, voor de internationale klimaattop die daar toen plaatsvond. Uiteindelijk zijn we daar dus met 1000 mensen gestrand. Die totale manifestatie was 1500 mensen. Dus laat ons zeggen dat we de politiek niet beïnvloed hebben. Maar wat we wel gedaan hebben, is eigenlijk een heel sterke beweging gevormd. Want natuurlijk, als je 2 keer 20 uur met heel veel organisaties samen zit, nadenkt, workshops organiseert en allerhande, is dat nogal een heel positieve stimulans voor verder te werken aan die klimaatbeweging. Dus dat was een beetje eigenlijk hetgeen wat we daar bereikt hebben. Nu zijn we een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. We zijn ongeveer met 150, wat toch ook al een mooie prestatie is. We zijn politiek ongevonden en we zijn voor een daadkrachtige en solidaire aanpak van het klimaatprobleem. We zijn ondertussen ook in WZ2 en het eerste groot project is, nog een keer mobiliseren, maar deze keer wel voor een klimaattop die nog een stukje groter is, een stukje belangrijker is en een stukje dichter is. Dus in die zin worden we toch van die gelegenheid gebruik maken om verder te gaan. Misschien eerst een kort filmpje. De laatste jaren toonden steeds meer mensen. Misschien eerst een kort filmpje, ik was te snel. Dat eigenlijk in 1 minuut aangeeft waarover dat onze organisatie gaat. En dat zal mij ook toelaten om erachter nog een beetje daarop verder in te gaan. De laatste jaren toonden steeds meer mensen dat het echt wel anders kan. Met initiatieven die positief zijn voor het klimaat en ook nieuwe jobs creëren. Een toekomstvisie waar we allemaal beter van worden. Toch wordt vanuit politieke hoek nog steeds al sterk vastgehouden aan achterhaalde fossiele systemen. In december komen de mensen die daarover beslissen samen op de zoveelste internationale klimaatconferentie. Ooit was er het Kyoto-protocol, nu is de tijd rijp voor meer ambitie. Dit is dus het ideale moment om hen wakker te schudden. En dat willen we doen met een massa mensen. Want onze trein richting de toekomst is al vertrokken en schakelt in Parijs een versnelling hoger. Ga mee met de Climate Express, het reisagentschap van de klimaatrevolutie. Minstens 10.000 Belgen in Parijs, dat is ons doel. Wij zorgen voor 3 treinen, honderden bussen en een fietscaravaan om u tegen te zeggen. Stap mee in een gigantische klimaatmars met een zee van gelijkgestemden. Toon hoe het anders kan op het Festival van Alternatieven. En doe mee aan creatieve acties. De klimaatbeweging groeit, dus zorg dat je erbij bent. Ga samen met je vrienden en 10.000 andere Belgen met ons naar dit historisch moment. Nu, wat wordt er allemaal gezegd in dat filmpje? We gaan dat toch nog een keer kort en krachtig herhalen. Eerst en vooral, de klimaatproblematiek is een groot probleem. Daar ga ik nu een keer niet op ingaan. We weten allemaal dat we maar beter snel handelen om grote catastrofes te vermijden. Tweede punt dat er daar wordt getoond, is dat er eigenlijk al heel wat alternatieven zijn. Alternatieven technisch gezien, naar duurzame energieproductie, minder energieverbruik, alternatieve productiewijzes en zo verder. Maar ook economische alternatieven, lokale economie en dergelijke meer. En toch zien we dat die alternatieven er wel doorkomen, die groeien.
maar die groeien niet snel. Dus dat komt er allemaal door en die beweging blijft wel groeien. Maar het is niet dat we echt een boom zien. Een boom die we zouden moeten zien eigenlijk in de klimaatproblematiek. En het is daar dat de overheid in het spel komt. En het is ook daar dat Parijs in het spel gaat komen. Want Parijs, ja, zoals ik het al gezegd heb, Parijs is de belangrijkste klimaatconferentie sinds 5 jaar. Het is de eerste keer dat er een bindend akkoord kan komen. Dus laat ons zeggen, als er nu niets kan bereikt worden, dan wordt het wel heel moeilijk. Maar het is ook zo dat als er in Parijs effectief iets kan gecreëerd worden, dat daar ook nog altijd nood blijft aan een heel sterke beweging. Dus we gaan naar Parijs voor 2 redenen. Ten eerste, we gaan naar Parijs omdat we daar met een gigantische massa samen willen zijn. Maar we gaan er ook naartoe om te zorgen dat onze beweging sterk blijft. Zodat we elkaar kunnen blijven inspireren. Nu, om concreet te zijn. Op de slide zien we een tijdslijn. En die tijdslijn geeft eigenlijk aan wanneer dat de COP21 zelf plaatsvindt. Dat begint op 30 november en dat stopt op 12 november. Het zijn dus 2 volle weken waar de hoogste echelons van de regeringen van over heel de wereld bijeenkomen om daar een keer te gaan beslissen. En daar rond zijn er 2 belangrijke mobilisaties. Dus eerst is er de klimaatmars en daar kunnen we met de trein en de bus naartoe. Of met de fiets, dat noemen we trappen af. En op het einde zijn er de Climate Games. Dus dat is het laatste weekend waar we nog een keer gaan mobiliseren. En om daar verder op in te gaan, we hebben zelf mooie logootjes. Om daar verder op in te gaan, zal ik nu eigenlijk elk van die afzonderlijke, laten we zeggen, reisformules toelichten. We beginnen met de Klimaatmars, waar we totaal viseren op het grote publiek. Dus die Klimaatmars vindt plaats 1 dag voordat de onderhandelingen beginnen. Het is daar, zoals Francisca van Tielen het zo mooi zei, dat we de kracht van het getal echt willen laten gelden. We willen daar niet meer met 1000 mensen staan. We willen daar met 500.000 mensen in Parijs staan. Dat zijn de getallen die door ongelooflijk veel organisaties al in de mond worden genomen. Dat is iets dat heel serieus wordt. Trouwens, niet alleen in Parijs, voor de landen en de steden die verder liggen, zal er ook gemobiliseerd worden voor decentrale acties. Maar dus in Parijs op zich gaat het al heel groot worden. En daar moeten wij natuurlijk ook ons deeltje van in uitmaken. En wij willen persoonlijk, wij willen met onze organisatie en met al onze partners aan 10.000 mensen geraken. 10.000 vanuit België, dat is zeker niet weinig. En om dat te realiseren willen we dus zo laagdrempelig mogelijk zijn. We willen zo open mogelijk zijn voor iedereen, zodat niet alleen de grootste activisten, de grootste gaan engageren en dergelijke meer tot in Parijs geraken. We gaan 2 treinen inzetten, 2 chartertreinen vanuit Gent en uit Brussel. Die bieden plaats aan 2000 mensen. En om verder op te volgen gaan we daar massaal veel bussen voor inzetten. Die bussen zullen vanuit 13 verschillende plaatsen vertrekken. Dat is heel veel, dus iedereen moet normaal gezien een vertrekplaats hebben, relatief dicht bij huis. En we gaan daar redelijk ver in, want we mobiliseren zelf tot Sint-Niklaas en tot Marche van Men. Dus het zou echt wel... We willen het echt zo decentraal mogelijk maken. Het is ook maar 1 dag, dus het kan niet de bedoeling zijn dat mensen eerst nog 2 uur moeten reizen om tot bij de vertrekplaats te geraken. Nee, vanuit 13 verschillende plaatsen, allemaal naar Parijs. Daar echt gewoon meedoen aan die gigantische mars. En dan gewoon op het gemakje terugkeren om onze successen te vieren. Trap het af. Dat is dan de fietstocht naar Parijs. Alles staat daar in het kader van die klimaatmars weer. Dat is het hoogtepunt van die fietstocht. Maar in tegenstelling tot de klimaatmars alleen als formule, gaan we nu ook veel meer werken aan onze beweging. Er is tijd voor allerhande activiteiten, er is tijd voor allerhande interactie onderweg, inspiratie van verschillende groeperingen onderweg. Ik denk dat dat op zich een totaal andere activiteit is als alleen maar naar die klimaatmars gaan. We willen daar ook met 500 mensen zijn. Het is natuurlijk een beetje meer sportief, het is wat avontuurlijker. En we komen daar vanavond voor de klimaatmars al toe om daar ten volle te kunnen genieten van het hele gebeuren. We willen er ook een showcase van maken van duurzame transportmiddelen. Dus het is niet alleen zo dat fietsen welkom zijn, maar alle mogelijke op trapkracht gebaseerde technologieën die niet te snel rijden om het plezant te houden. Die zijn allemaal welkom dus. En zo gaan we 5 dagen fietsen. En dan kom ik al tot de laatste formule, dat zijn de Climate Games. Die zijn 2 weken daarna. Dat is op het einde van de klimaatconferentie. Waarom zouden we dan nog een keer naar daar gaan? Wel, bij dat soort zaken is de bedoeling dat we met onze beweging wel degelijk het laatste woord hebben. Hè? Zoals ik al zei daar juist, de klimaatbeweging is aan het groeien. We moeten zorgen dat we daar niet met een grote teleurstelling naar huis gaan. Wat dat de politicus ook doen, het is de bedoeling dat onze beweging zichzelf blijft versterken. Op het tempo dat we aankunnen. Dus daarom zijn we de laatste weekend in Parijs. Er gaat daar een ongelooflijke beurs van alternatieven zijn. Stel je voor dus een beurs, hè, waar dat dus
een showcase is van duizenden organisaties en bedrijfjes en wat dan ook, die tonen hoe het in hun ogen anders kan. Dus dat is echt het inspiratiemoment. Allee, een ongelooflijk inspiratiemoment dat we daar gaan zien. Er gaan ook... Er zal heel wat tijd worden gemaakt voor uitwisseling en debat. En ten laatste zal er ook ruimte zijn voor creatieve, geweldloze acties. Voor degene voor wie het wat meer fors mag zijn. Dat zijn de prijzen. Ik denk niet dat we hier moeten op ingaan, want de tijd is beperkt, uiteraard. Maar al sinds hebben we alles eraan gedaan om de prijzen zo laag mogelijk te houden. Als die nog kunnen zakken, dan zullen we het zeker weten. Iedereen kan zich registreren op onze website. Onze website gaat binnen een weekje ongeveer online. De registratie begint binnen een drietal weken. En we hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk registraties binnenvallen van bij het begin. Want uiteraard, met hoe meer dat je zijt van bij het begin, hoe meer mensen dat er zijn die elkaar beïnvloeden om ook mee te gaan en op die manier tot een zo hoog mogelijk getal te komen. 10.000 is een totaal arbitrair nummer. Als het veel meer is, des te beter. En op het einde zullen we een ticketje krijgen om mee te gaan op de Climate Express. En wij zullen daar ook heel veel campagne voor voeren de komende maanden. Dat begint eigenlijk op 28 mei. Dat is ongeveer het officieel startmoment. En die campagne die zal divers zijn, alternatief zijn, creatief, ecologisch, sociaal, positief, enthousiast, open en ook laagdrempelig. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om naar Parijs te gaan. Want het is voor iedereen relevant en het is maar kwestie dat we hen overtuigen om effectief mee naar Parijs te gaan. En het is maar kwestie dat er genoeg mensen zijn die hen overtuigen om mee te gaan naar Parijs. De UGent heeft daar natuurlijk ook een grote rol in. Als progressieve universiteit zou het fantastisch zijn als er vanuit de universiteit zoveel mogelijk initiatieven ontstaan. Vakgroepen, studentenverenigingen, om allemaal naar Parijs te gaan. Ik denk dat er heel wat potentieel zit. Er zijn heel wat studentenverenigingen. We spreken toch over 25.000 studenten, dacht ik, als er al niet meer zijn. Het zou dus ook fantastisch zijn moest de UGent zelf mee mobiliseren. Ik weet niet naar wie ik hier moet kijken daarvoor, maar in elk geval komt goed. En verder, ja, zoveel mogelijk mobiliseren, mee organiseren, als de tijd het toelaat uiteraard, niet altijd evident. Meedoen aan het klimaatprogramma van de Universiteit van Gent. Ons promoteam verwelkomen. We hebben een promoteam en een promostandje, dat zoveel mogelijk plaatsen nodig heeft om promo te maken. Dus de verwelkoming van dat promostandje is op zich ook al een groot plezier. En een helpende en financiële gift. We zijn 100% vrijwillig, dus dat betekent ook dat we beperkt zijn in onze middelen. En dat we ook tot nu toe al vaak beperkt zijn geweest in onze middelen. Dus dat elke financiële steun heel sterk ten harte wordt genomen. Elke euro zal 10 keer worden omgelegd om hem maximaal te benutten. Dat kan ik u garanderen. En dan één adres als je geïnteresseerd bent, op welke manier dan ook. contact@climateexpress.eu en je wordt direct doorverwezen. Ik dank u, of nee, wij danken u. Dat was ons groepje vrijwilligers dat mee is gegaan op ons groot weekend dat we een aantal weken geleden hebben georganiseerd. Dus ik dank u voor uw aandacht. Hopelijk heb ik hier een aantal mensen kunnen overtuigen. En ik wens ook de klimaatzaak heel veel succes toe, want ik geloof er ook echt in en ik hoop dat het een interessant debat kan worden. Dank u wel, Jeroen. Mocht de microfoon daar hebben. Ja, dan is het nu tijd om de klimaatzaak eens uitgebreid uit de doeken te doen. Ja, ik veronderstel als universiteitsstudent dat u allemaal al in zekere mate op de hoogte bent van de klimaatzaak, want de pers heeft toch uitgebreid geschreven over onze opzet. Er zijn ook heel wat opiniestukken verschenen. De ene al wat ja, kritischer dan de andere. Nu moet ik zeggen dat de kritiek die we hebben gekregen uit zeer voorspelbare hoek kwam. Maar we hebben vooral heel veel mensen, enthousiaste reacties gekregen van mensen. Ondertussen ook al meer dan 8600 mede-eisers die we hebben. En hopelijk komen er daar straks nog een paar honderd bij. We hebben op 1 december de klimaatzaken voorgesteld. En dan is ook de in gebreke stelling de deur uitgegaan. We hebben de 4 overheden, en dat hoort u goed, 4 overheden in ons land die zich over klimaat in België moeten buigen. Met name de 3 gewesten en de federale overheid. Wat ook al voor wat problemen zorgt, maar dat zullen we straks ook nog wel tot in detail bespreken. Zij moeten overeenkomen hoeveel inspanning welk deel van ons
land moet doen. Dus de ingebrekenstelling naar de vier overheden is op 1 december gebeurd. En twee weken geleden, op ik denk de 27 april, zoiets, nog geen twee weken geleden of vorige week maandag, is de dagvaarding de deur uitgegaan. Dus de overheden hebben een reactie kunnen geven. Dit was voor ons niet voldoende. Dus we gaan verder met onze echte klimaatzaak. Dus ons proces dat wordt ingeleid. En nu begint er een lange weg natuurlijk, een lange juridische weg. Maar waarom hebben we die klimaatzaak opgestart? Waarom is het zo dringend? Ik heb daar straks al één ietsje gezegd over een tipping point, maar er is nog veel meer te vertellen. En dat gaat Serge de Gelderen doen. Serge de Gelderen is de oprichter van Futureproof, dat is zijn bedrijf. En hij, hij informeert andere bedrijven om duurzamer en ook goedkoper te functioneren. En daarnaast is hij ook medeoprichter van de Klimaatzaak. Dames en heren, Serge de Gelderen. Goedenavond en dank u wel om uw avond vrij te houden voor de Klimaatzaak en andere topics die vanavond aan bod komen. Ik ga kort een beetje de achtergrond toelichten van hoe we er eigenlijk toe gekomen zijn om over te stappen tot het recht als tool om die padstellingen in welke we zitten te deblokkeren. En ik ga kort spreken over twee mogelijke keuzes die we hebben. Want het is eigenlijk de toekomst die we voor ons hebben, zijn keuzes die we nu kunnen maken. En we zijn eigenlijk de facto voor het business as usual scenario aan het kiezen, terwijl we eigenlijk kunnen kiezen voor een veel interessanter scenario. En daar op een of andere manier niet in slagen om dat te doen. Dus dat is een beetje de context. Stijn en ik gaan dan verder uitleggen hoe dat we effectief met de klimaatzaak van start gegaan zijn en wat verder duiding geven. Ik zou eigenlijk heel de avond kunnen vullen over klimaat en alle gevolgen, et cetera. Ik denk dat dat niet nodig is. De meeste mensen zullen op de hoogte zijn, maar dat is een slide die we eigenlijk gemaakt hebben net voor ons evenement in de Vooruit op 1 december. Dat was toen al in november geweten dat dan nog maar eens een warmterecord gingen breken. Hottest year on record, 2014. Wat dat er eigenlijk toen niet bij gezegd is, is dat 14 van de warmste ooit opgemeten jaren in de laatste 15 jaar plaatsgevonden hebben. Dus dat is geen freak jaar geweest, dat is geen incident. Het is eigenlijk gewoon een bevestiging van een trend die nu al decennia lang zichtbaar is, bestudeerd wordt, in kaart gebracht wordt en waar we eigenlijk nog altijd niet de nodige reactie voor aan het geven zijn. Iedereen weet dat we eigenlijk een absolute urgente prioriteit hebben om tegen het eind van de eeuw onder die gevaarlijke grens van 2 graden te blijven. Dat is eigenlijk iets dat we overeengekomen zijn. Maar wat weinig mensen eigenlijk beseffen, dat dat helemaal niet een milieuprobleem is. Dat is geen ecologisch probleem. We zijn daar eigenlijk, dat wordt nog altijd in een soort hoekje geduwd van de groene, et cetera. Het is eigenlijk een probleem dat ons allemaal aangaat. Het Wereld Economisch Forum bijvoorbeeld spreekt daar heel vaak over. Ieder jaar al in januari publiceren ze een rapport waar dat ze over de risico's spreken, waar we als economie, als wereldeconomie tegenaan kijken. En altijd staat klimaat daarbij. Als je kijkt naar de kans van die risico's om op te treden en de impact in miljarden dollars op de wereldeconomie, dan zie je dat klimaatverandering helemaal van boven rechts zit. Heel veel kans om op te treden, natuurlijk, want het is al bezig, maar ook een hele grote impact op de rest van de economie. Dus het is echt wel belangrijk om dat te kaderen, niet in het hoekje van ecologie en milieu, maar te beseffen dat dat eigenlijk ons op allerlei manieren zal impacteren. Obama heeft vorig jaar gezegd in september voor de Verenigde Naties en een paar weken geleden nog maar eens. Ik denk dat we, als er een coup de théâtre zal zijn in Parijs, dan is misschien wel hetgene dat Obama en China zouden kunnen forceren. Dat zou natuurlijk een gigantische boodschap zijn. Maar hij zei hier, bij alle uitdagingen die we in het algemeen bespreken in de Verenigde Naties, terrorisme, instabiliteit, ongelijkheid, ziektes, is er één kwestie die de contouren van de komende eeuw dramatischer zal bepalen dan alle anderen. En dat is de urgente en groeiende dreiging van een veranderend klimaat. En dus
is de vraag, ja, iedereen beseft het, de economie beseft het, de wetenschappers, politici zijn ook van op de hoogte. Hoe komt het dan dat we vast blijven zitten in die padstelling? En welke zijn de keuzes dat we eigenlijk voor ons hebben? Als je kijkt naar hoe dat het klimaatprobleem zich opstapt, zijn daar een aantal goede redenen voor. Er is een enorme traagheid. Hè. Klimaat, de opstapeling van broeikasgas in de atmosfeer, is een soort badkuip die zich beetje per beetje vult. En we hebben het kraantje, dat is verbranden van fossiele brandstoffen. En we hebben de afvoer, dat is alles wat de absorptie van CO2 is, door gewassen, oceanen, etc. En we zijn eigenlijk twee dingen zachtjes aan het doen. We zijn die kraan steeds groter aan het opendraaien en we zijn onze afvoer aan het toeknijpen. Ik kan het heel kort illustreren. Die ontbossing heb je al gezien, veel foto's, maar ik weet niet of je die animatie al gezien hebt. Dat is een animatie van de laatste 30 jaar satellietbeelden in een stuk in Bolivia, waar we eigenlijk gewoon die ontbossing voor onze ogen zien gebeuren. We lezen soms de cijfers, maar hier zie je het gewoon voor u gebeuren. En dat is dus die afvoer die beetje per beetje toegeknepen wordt. Dus capaciteit om CO2 te absorberen verdwijnt gewoon. En tegelijkertijd zijn we eigenlijk steeds meer CO2 met onze kraan in onze badkuip aan het toevoegen. En zoals Francesca zei, is niet het gevaar enkel van gevolgen, zoals de Noordpool of zo, die gaat verdwijnen, maar het gevaar dat we ergens een tipping point gaan bereiken. Een moment waarop dat we het klimaatverandering zichzelf gaat versterken. En dus dat is eigenlijk het logo van de klimaatzaak is daar voor een deel op gebaseerd. Dat is een grafiek die we eigenlijk al een tijdje gebruiken. Waarbij je ziet hoeveel CO2 we aan onze badkuip toegevoegd hebben. Die cijfers zijn niet belangrijk. Maar de relatie tussen de hoeveelheid CO2 in onze badkuip en de scenario's daaronder zijn wel belangrijk. Nu, wat we ook doen, gaan we naar 0,8 graden... Nee, we hebben al 0,8 graden opwarming ten opzichte van de pre-industriële periode. Dat lijkt niet veel, dat is hetgeen dat we nu hebben. Wat we ook doen, gaan we naar 1,5 graad gaan. Want er is een vertraging, net zoals bij blootstelling aan asbest of bij roken of andere fenomenen. Er is een vertraging tussen oorzaak en gevolg van ongeveer 30 à 40 jaar. Dus de klimaatverandering, de gevolgen die we nu zien, zijn eigenlijk het effect van CO2-uitstoot tot in de jaren 80. En nu, met zoveel traagheid en jaar nadien, ervaren we die effect. Dus we gaan sowieso naar 1,5 graad. En dit is hier de tipping point, bij wijze van spreken. Dit is een gekend cijfer. 860 miljard ton staat hier, 1000 miljard ton, whatever, ergens in die grote orde. Dat is het budget, de hoeveelheid carbon die we nog aan onze badkuip mogen toevoegen. De wetenschap heeft dat in kaart gebracht, met een zekere risicofactor aan toegekend. Maar we weten ongeveer hoeveel dat we nog aan de badkuip mogen toevoegen. En de vraag is, gaan we slim genoeg zijn om in de komende decennia onze economie te heruitvinden, want daar gaat het letterlijk over. We moeten echt een energietransitie kunnen ontwerpen en vormgeven. Onze economie heruitvinden om ervoor te zorgen dat we fossielvrij kunnen verder gaan zonder boven ons carbonbudget te gaan. Dat is echt de hamvraag. Nu, het probleem, en Nick heeft een t-shirt van Shell aan, je zult zien. Het probleem is dat we wereldwijd veel meer potentieel hebben aan CO2 voor in onze badkuip. Als we gaan kijken naar de reserves van Shell en Total en Exxon, et cetera, de gekende reserves nu, losstaand van schaliegas en andere teerzand en zo, gewoon de conventionele reserves die we nu kennen en dat die bedrijven of die staten bezitten, dan is dat een veelvoud van wat we eigenlijk in ons carbonbudget hebben. Dan is dat 3 à 4 keer zoveel. Dus die oranje vlakken, dat is de hoeveelheid CO2 die mogelijk aan onze badkuip kan toegevoegd worden als we gewoon de gekende reserves van fossiele brandstoffen gaan vermarkten. En dus vandaar die enorme drang om toch al dat oranje gewoon te vermarkten. Dat is een enorme economische waarde. Dat zijn miljoenen jobs voor decennia lang, et cetera. Good business. En de drang om dat gewoon op te gebruiken is natuurlijk enorm. De spanning tussen
om toch te kiezen voor een van die andere scenario's is enorm. En het is vandaar eigenlijk dat ons logo komt. De vraag is, waar gaan we slim genoeg zijn? Gaan we erin slagen om onder die 2 graden te blijven? Gaan we juist op 2 graden belanden? Of gaan we helaas voorbij die tipping point gaan en kiezen we voor een scenario dat eigenlijk veel verder gaat dan dat? Nu, ik ga even die scenario's toelichten. Hey, dat is ons logo, dus 0,8, 1,5, 2 graden, etc. Bij 2 graden staat er safe limit tussen haakjes. Dat is eigenlijk heel relatief. De meeste wetenschappers zeggen dat we daar eigenlijk echt niet willen zijn. Als we daarboven gaan, 3 à 4 graden of 5 à 6 graden, dan spreek je van een tipping point en een nightmare. Om een idee te geven van wat dat 3 à 4 graden zou betekenen, is 40% van de soorten worden met uitsterven bedreigd. 40% van de gekende soorten. Nog op het einde van de eeuw, in het Middellandse Zeegebied, is er een verwoestijning in Griekenland, Italië, Spanje. Ik denk dat je dat op de vorige slide kunt zien. Italy, Spain, Greece become deserts, etc. Dus het is heel dichtbij in de tijd, heel dichtbij ook geografisch. Dus het is niet enkel Bangladesh dat gaat onderlopen, of een paar eilanden waarvan dat je de naam niet kent in de Stille Oceaan, die zullen verdwijnen. Het is ook hier dichtbij bij ons. Dus dat zijn gewoon keuzes die we kunnen maken. Nu, eigenlijk hebben we alles om te kiezen voor scenario nummer 2. Een energietransitie. Afstappen van die fossiele brandstof. Enorm inzetten op energiebesparing en renewables, hernieuwbare energie uitbouwen. We hebben eigenlijk alles in handen. We hebben daar geen soort deus ex machina of zo voor nodig. We weten wat dat de stappen zijn. Ik ga je daar 2 dingen van tonen. Eerst inzetten op radicale energiebesparing. Niet een beetje hier en daar, maar gewoon op grote schaal. Een mooi voorbeeld is wat dat ze in Nederland doen met de deal stroomversnelling, waar dat ze 1,8 miljoen bestaande woningen gaan aanpakken. Ze gaan die allemaal nul energie maken. Dat duurt 10 dagen ongeveer om een huis nul energie te maken. En het is volledig kostenneutraal voor de inwoners. Waarom? Omdat die inwoners typisch €175 per maand betalen, dus een redelijk hoge energiefactuur. Na 10 dagen is hun energiefactuur nul, want het is een nul energiewoning. Maar ze blijven die €175 een aantal jaar, 10 jaar, 12 jaar, afhankelijk van de woning, betalen. En dat betaalt de upgrade van hun woning. En op die manier gaan ze onmiddellijk, ik denk dat ze dit jaar al 10.000 extra jobs creëren, tegen 2025 zijn dat er 100.000. En is dat een geweldige boost voor de economie, voor de aannemers, voor de bedrijven. En ook voor de politiek. Want wie staat er daar met zijn glas champagne? Is de premier. Dus dat is iets waar ze fier op zijn. Gewoon van innovatief ervoor te zorgen dat de huishoudens daar in de plaats van €175 per maand aan het Midden-Oosten of aan Rusland aan fossiele brandstof uit te geven, gewoon die te investeren in het upgraden van het vastgoed in Nederland en daardoor de lokale economie te werk stellen en ervoor te zorgen dat Nederland eigenlijk meer veerkrachtig en meer energie-efficiënt wordt. Dus dat is letterlijk hoe dat gebeurt. Het is een soort allemaal prefab-elementen die erop gezet worden. Warmtepomp, zonnepaneel, etc. En ze slagen er echt in om dat ook zo te doen. Een tweede aspect natuurlijk is overstappen van fossiele naar hernieuwbare energie. Dat is een slide die ik vorige keer niet getoond heb, maar die ik eigenlijk wel heel interessant vind, want alle energie is eigenlijk zonne-energie. We vergeten dat soms. Maar fossiele energie is niets anders dan gestockeerde zonneschijn. Het groeien van gewassen die dan gefossiliseerd zijn. Fossilized sunshine, dat is een tekening van Jonathan Porritt. Hij zegt van eigenlijk, dat heeft ons goed gediend, 150 jaar lang, 200 jaar lang. Dat heeft effectief ervoor gezorgd dat de steden geworden zijn wat dat ze zijn, dat we de industrie hebben, etc. Maar nu is dat liedje voorbij en is het tijd om volwassen te worden en moeten we overstappen van fossilized sunshine naar real-time sunshine. En eigenlijk is er geen enkele reden
om te denken waarom dat we dat niet zouden kunnen doen. Als je het op grote schaal bekijkt, en dat is hetgene dat een maand geleden op de Europese Unie aan bod kwam, is er sprake van een energieunie. Willen we echt gewoon allerlei verschillende bronnen van hernieuwbare energie gaan combineren en die tot een supergrid te gaan maken, zodanig dat we de fluctuaties van wind en aanbod en vraag beter kunnen helpen op grote schaal. Als we batterijen hebben, kunnen we dat natuurlijk beter temperen op kleine schaal. Dus dat is een plan dat voorligt, dat eigenlijk al besproken wordt en waarbij dat die infrastructuur die nodig is eigenlijk ook een soort Europees project zou kunnen zijn, waarbij dat de mensen zeggen, wat weet, in de plaats van op elkaar te kappen en Grexit en de Verenigd Koninkrijk dat uit de EU wil stappen, zou dat iets een visie kunnen zijn die Europa verenigt. En wij zijn daar eigenlijk ook mee aan het helpen. Als je kijkt naar de projecten die we hier in België doen, we waren absolute pioniers op dat vlak, op vlak van offshore wind. Er waren een aantal mensen die 15 jaar geleden gezegd hebben, wat als we hernieuwbare energie op de zee zouden beginnen te oogsten? En er was niets van wettelijk kader, de technologie hebben ze moeten uitvinden, et cetera. En nu is dat iets dat we exporteren overal ter wereld om op die diepte, op die afstand hernieuwbare energie te gaan oogsten. Dus die dingen kunnen we doen. Er gaan jobs verloren gaan, jobs in de fossiele sector. Er gaan heel veel jobs bij gecreëerd worden om verder energie te besparen en om die renewables uit te bouwen. En ja, ik kan er eigenlijk nog verder over gaan, maar ik ga dat stukje overslaan hier. Dus ik denk dat ik u een duidelijk beeld gegeven heb van kijk, die tweede toekomst is iets dat nu al aan het gebeuren is, met projectjes hier en daar. Maar de fout die ontstaat is dat veel mensen zeggen van ja, maar het klimaat is toch gewoon vooral gedragsveranderingen. Wij gaan dat moeten in gang steken. Het is niet aan de overheid om ons te forceren om dit te doen. Maar als je de schaal van dit soort projecten ziet, de infrastructuur die helemaal herbedacht, heruitgevonden zal moeten worden, dan kun je wel begrijpen dat dat niet alleen zou kunnen gebeuren door een handvol individuen die als pioniers een batterij installeren bij hen, maar dat er echt een aanjagende rol is van de overheid die daarvoor nodig is. Dat is eigenlijk altijd zo geweest, dat de grote veranderingen altijd een combinatie geweest is van burgers, bedrijven en overheid die samen iets gaan doen. De Forte bijvoorbeeld, iedereen zegt van ja, Forte dat was de eerste auto die op grote schaal een massasucces was. Wat dat veel mensen vergeten, is dat eigenlijk de eerste Fortes absoluut geen succes hadden. Waarom niet? Omdat ze na 10 kilometer allemaal platte band hadden. Dat er geen wegen waren, geen infrastructuur en dat dat eigenlijk een nicheproduct was. Het is pas als de overheid dacht van tja, misschien is dat wel iets, die automobielen, dat zij beginnen zijn te investeren in infrastructuur, dat dat een probleem voor de burgers is beginnen oplossen en dat de bedrijven gezien hebben dat dat een markt was, dat dat eigenlijk een grote doorbraak teweeg gebracht heeft. En ook gaan wij met ons land dit soort visie nodig hebben. Dat de overheid zegt van ja, we begrijpen dat die energietransitie een opportuniteit is. Niet enkel iets dat we gaan moeten doen. En we gaan ons daarachter zetten. En eigenlijk hebben we dat gedaan. We hebben een overheid die, excuseer, die op dat vlak een beetje schizofreen is. Die enerzijds op het internationale toneel zegt van ja, we begrijpen dat. Hè? Die 2 graden is belangrijk. We moeten die doelstellingen voor ogen houden tegen 2020, 2050. We trekken mee aan de kar, zodat de politiek en de wetenschap akkoord is. En in Cancún bijvoorbeeld, waar wij mee de initiatiefnemers om tot die overeenkomst te komen. 195 landen die zeggen, we moeten onder 2 graden blijven. En om dat te doen, moeten we 25-40% reduceren in 2020. En 80-95% in 2050. Chapeau, hè, want dat is echt een belangrijk punt geweest. We hebben dat gezegd. We hebben dat toen eigenlijk ook herhaald in een federale roadmap, waarbij dat we zeggen, kijk, hetgene dat we daar in Cancún afgesproken hebben, we kunnen dat eigenlijk toepassen ook op België. Eind 2013 is er een roadmap uitgekomen waarbij dat België zelf gezegd heeft, kijk, deze analyse toont aan dat een koolstofarme maatschappij zelf kan leiden tot een verlaging van de totale
systeemkosten. Omdat de bijkomende investeringskosten gerecupereerd zullen worden door lagere brandstofkosten. Ze zeggen van, dus we kennen dat, we weten dat dat mogelijk is. En er is zelf een grafiek die wij heel belangrijk vinden in de klimaatzaak. Hè. Dat is die roadmap. Waarbij dat ze eigenlijk min of meer diezelfde doelstellingen gaan onderstrepen als wat dat er in Cancún afgesproken is. We moeten veel besparen in 2020. En ze zeggen van, kijk, om daar te geraken, moeten we totaal op een andere snelheid overschakelen. We hebben 20 jaar lang een beetje gereduceerd, hè, van 1990 tot 2010, ongeveer minder dan 0,5% CO2-reductie per jaar. Dus een beetje hier en daar. En dan in dat rapport, niet van ons, niet van Bond Beter Leefmilieu of zo, maar van de federale overheid, voorgesteld door Wattelij en zijn medewerkers, in november 2013. En daar zeggen ze, voilà, we moeten nu echt op een andere snelheid overschakelen. En eigenlijk hebben we een vermindering van 5,1% per jaar nodig. Dus we moeten er vol een bak voor gaan. Het is haalbaar en bovendien ook betaalbaar. Mocht dat het geval zijn, zou er eigenlijk geen klimaatzaak zijn. Maar je zou kunnen zeggen, ja, bravo. Bravo voor die visie, et cetera. Als we nu vaststellen waar dat we zijn, dan moeten we zeggen dat eigenlijk de overheid één ding zegt en iets totaal anders doet. Ik ga nog 1 of 2 minuten en dan ga ik afronden. En dat is een beetje technisch, maar het is wel heel belangrijk om de zaak te begrijpen. Als we zeggen, we zijn nu op een bepaald punt en we willen de uitstoot reduceren tegen 2050, dan zijn er daar verschillende routes naartoe. Als je kijkt naar wat die overheid in dat rapport in november voorstelt, dat is inderdaad die route. Ieder jaar een vast percentage reduceren. 5,1%. In ons geval, dat is hier een bepaald cijfer. Er is ook een andere mogelijkheid, dat is gewoon rechtdoor gaan. Dat is iets minder ambitieus in het begin en dan meer naar het einde. Of er is die mogelijkheid, en dat is wachten, vooral niet te veel doen nu en hopen dat er ergens een soort deus ex machina zal ontstaan in 2030 of zo, die ons toelaat om die CO2 plots heel, heel sterk te gaan reduceren. Waarom toon ik dat? Omdat de oppervlaktes onder die curves eigenlijk bepalen hoeveel we van ons carbonbudget opsoeveren. Dus die routes, hoe dat je van A tot B geraakt, zijn heel belangrijk. Hoewel dat op hetzelfde punt start en op hetzelfde punt eindigt, is het effect op klimaat totaal verschillend. De oppervlakte onder de curve bepaalt hoeveel CO2 dat je in je badkuip toevoegt. Dus dat oranje is veel kleiner dan het oranje en blauw en daar dat grijs nog bij. En waar kiest Europa voor? Dat is geen verrassing waarschijnlijk. Europa kiest voor die uitgestelde route. Dus die grafiek is eigenlijk een grafiek met echte cijfers. Ik heb ze weggelaten. Dat is de route die Europa kiest. Wat betekent dat? Als we daarvoor gaan kiezen, gaan we niet alleen uitstellen, meer blijven betalen voor fossiele brandstoffen, het veel, veel moeilijker maken om af te stappen van die fossiele brandstoffen, maar gaan we bovendien, als we dat doen, na 2050 op een of andere manier negatieve emissies moeten uitvinden. Dus we gaan op een of andere manier, om nog een kans te maken om onder de 2 graden te blijven, gaan we synthetische bomen of miljarden bomen of een of andere vorm van carbon sequestration op grote schaal moeten uitplooien om toch nog een kans te hebben om tegen het eind van de eeuw onder 2 graden te blijven. En daar gaat heel de klimaatzaak over. We gaan nu niet in detail over die cijfers, we kunnen daar nadien over babbelen als er vragen zijn, maar daar gaat de klimaatzaak over. De overheid zegt, we zijn goed bezig, we zijn on track, terwijl dat niet zo is. Andere landen rondom ons zijn eigenlijk veel ambitieuzer. Die gaan niet doen wat Europa zegt, maar die gaan eigenlijk al dubbel zo ver gaan. En dus die spanning tussen enerzijds internationaal zeggen, we zijn goed bezig en de realiteit onder ogen zien, dat is eigenlijk hetgeen dat wij met de klimaatzaak willen aan de kaak stellen. De Belgische overheid komt haar eigen engagementen niet na. En wij zijn niet alleen die het zeggen, het is ook
het Europees Milieuagentschap, dat in een rapport vorig jaar zei: Belgium and Germany are two member states considered not to be on track with respect to greenhouse gases. En dan gaat het niet eens over die oranje lijn, maar dan gaat het over de doelstelling van Europa. Dus de Belgische overheid komt haar eigen engagementen niet na, heeft een hele schizofrene houding waarbij dat ze enerzijds zeggen ja, we kunnen het, en op het internationaal toneel mee aan de kaart trekt, en dan in het binnenland zegt van ja, eigenlijk kunnen we niet anders omwille van de complexiteit van de Belgische overheid. En daarom hebben wij besloten in december vorig jaar om de route een kans te geven die tot nu toe eigenlijk enkel in Nederland geprobeerd wordt. Dat is naast de twee andere democratische machten, wetgevende en uitvoerende, gewoon beroep te doen op de juridische macht om die situatie te deblokkeren. De idee daarachter is heel simpel. Stel u voor dat we nu binnen 20, 30 jaar terugblikken op 40 jaar falend klimaatbeleid en dat we dan met de gebakken peren zitten. En dan we zeggen van, hebben we eigenlijk alle democratische instrumenten die we toen ter beschikking hadden, hebben we die allemaal gebruikt? Hebben we alles gedaan dat we konden binnen ons systeem? Hoe zouden we dan ooit kunnen rechtvaardigen dat we die tool niet ter hand nemen? En dat is eigenlijk de drijfveer geweest om dat in gang te steken. En Stijn en ik gaan u verder vertellen hoe dat we daar mee aan de slag gegaan zijn. Dank u wel. Ja, de cijfers van Serge en de uitleg, bevlogen uitleg van Serge zijn duidelijk. Daar heb ik verder niks aan toe te voegen. De cijfers zijn ook allemaal op te vragen, allemaal te vinden. Die zijn officieel, die zijn duidelijk. In mijn geval, ik ben een van de 11 oprichtende leden van de klimaatzaak, ondertussen 2 jaar geleden. Daar zei ik er heel even bij, omdat er nogal wat critici zijn, en terecht. Die zeggen, ja, dat is een groepje BV's die een paar maanden geleden bij elkaar gekomen is bij de koffie en de taart. Ongetwijfeld nog gesubsidieerd ook. Dat laatste is al helemaal niet waar. En dan van die koffie en die taart is wel waar, die bracht ik meestal mee. Maar die groep komt al 2 jaar samen op een manier die de meesten niet voor mogelijk houden. Dit is geen vriendenclubje, dit zijn geen BV's. Dit zijn mensen die effectief bezig zijn met die zaak. Wij laten ons informeren, er komen regelmatig deskundige sprekers. En voor ons is het een beetje zoals jullie hier nu zitten, alsof we in een aula les krijgen van mensen die er echt verstand van hebben. Zelfs, niet enkel op klimaattechnisch vlak, maar ook op juridisch vlak. Dus dat wou ik even schetsen in het begin. 2. Ik was op weg naar hier deze middag, naar Gent, en ik kreeg telefoon van een journalist van een krant. Ik ga die krant niet vermelden, nog de naam van de journalist, voor het gebruikelijke gesprek. En dan vinden we altijd prima, wat gaan jullie vanavond doen met de klimaatzaak aan de Universiteit Gent? Die uitleg krijgt hij, dat is heel tof, dat is heel wervend. Wij zijn blij met alle promo. En ik dacht, nu ben ik toch al 3 minuten aan het aftellen. Hij houdt het vrij lang vol, deze journalist. Waar blijft de vraag met welk vervoermiddel ik naar Gent aan het gaan ben? En effectief, na ongeveer 14 minuten kwam dan alsnog de vraag, als ik iets mag vragen, Stijn, hoe gaat jij naar Gent? Met een auto. Het is zelfs een diesel. En ik vind dat ondertussen zo ongepast, die vraag. Het is volledig naast de kwestie. Dat klinkt een beetje provocerend, maar dat meen ik echt. Wij proberen ook de 11 oprichtende leden van de klimaatzaak een leven te leiden. Dat iedereen in 2015... probeert te leiden. Om een of andere bizarre reden vindt een deel van de pers vindt het leuk om te vragen, wat doet je zelf? Blijkbaar daardoor geïnspireerd door Joke Schouwvliegen, een van de 4 ministers die we ontmoet hebben. Want zoveel hebben we er inderdaad. We hebben er meer, maar 4 gaan over milieu. Valt nog mee, die kunnen samen carpoolen. Maar Joke Schouwvliegen, haar eerste reactie op 2 december, daags na de oprichting van de klimaatzaak, tenminste niet de oprichting, maar de bekendmaking, was effectief, ook in een aantal shows op tv en in de kranten, wat doen die in godsnaam zelf? Wel, ik zal u eerlijk zeggen, daar waren wij bijzonder blij mee, met dat soort reacties. Want die waren zo voorspelbaar, zo cliché, dat ze pijn aan de oren deden. En wij dachten, beter dan dit kunnen we niet hebben. Dit bewijst de terughoudendheid, het conservatisme en het NIMBY-syndroom dat onze regering wat milieu betreft, en ook op een aantal andere vlakken, maar daar gaan we niet over, wat dat die tentoonspreiden. Dat vinden we heel, heel erg. Het blijft echt een initiatief, voor alle duidelijkheid. Daar straks stelde iemand de vraag, past dit, de klimaatzaak, past dit in het zoeken naar een nieuw democratisch model? Wat ons betreft, niet.
Dus er zijn hele stukken geschreven, en zeer terecht, over nieuwe initiatieven, burgerparticipatie en zo verder. Top, wij vinden dat allemaal te gek. Maar eerlijk gezegd, op de keper beschouwd, interesseren die ons niet, die initiatieven. Wij hebben één duidelijk doel. Onze milieuministers voor de rechtbank brengen. Al de rest is eventueel meegenomen fallout, maar interesseert ons niet. Wij zijn niet met een soort democraats experiment bezig. Ons gaat het puur over het aan de wet houden, de eigen wetten en de door hen ondertekende protocollen en beloftes die ze hebben gemaakt. Want dat is misschien net nog maar ten dele behandeld. Dat is zo vreemd. En dat was 2 jaar geleden een deel van de, ja, hoe moet ik zeggen, het onrechtvaardigheidsgevoel waardoor de klimaatzaak is opgericht. Hoe komt in godsnaam dat het simpele gegeven dat onze beleidsmensen een handtekening zetten op internationale en nationale verdragen betreffende het milieu en ze dan vervolgens letterlijk 24 uur later niet meer willen uitvoeren. Dat blijft heel eigenaardig. Het vreemde is dat we voortdurend mensen tegenkomen, niet in het minst van de overheden zelf, die ons proberen uit te leggen waarom we dat moeten snappen. Wel, wij weigeren dat vooralsnog om te snappen. Het is zelfs geen nalatigheid niet meer. We zitten nu ongeveer, als we het dan toch over tipping point hebben, hè, we zitten nu ongeveer op het tipping point dat we dat gewoon ronduit crimineel gaan vinden. En met criminelen is het heel simpel, die breng je voor de rechtbank, wij brengen ze voor de rechtbank. Vooralsnog met 8600 andere mensen samen, hopelijk straks ook met jullie. En nog één klein dingetje, we zijn een maand geleden, Serge was erbij en nog een aantal leden van onze Belgische klimaatzaak. We zijn in Den Haag gaan kijken naar de slotpleidooien in Nederland van Urgenda. Urgenda is de Nederlandse tak, zeg maar. Wij noemen het klimaatzaak, zij noemen het Urgenda. Ze staan daar eigenlijk één stapje verder. We zijn zelfs deels geïnspireerd door de mensen van Urgenda en Roger Cox, de jurist die het fantastische boek over recht heeft geschreven. We zijn daardoor geïnspireerd en we probeerden te leren. We hebben die slotpleidooien in Den Haag gezien, het Justitiepaleis. Ik kan u zeggen, voor die mensen die denken, ach, dat waait hier wel over. Dit is een folieke van een aantal idiote BV's en eventueel aangevuld door mensen met wat technische kennis. Wel, in Nederland werd dat ook gezegd, tot voor kort. Ik kan u zeggen, als je die slotpleidooien gezien hebt, dan weet je wel beter. Daar zijn juristen mee gemoeid, ook aan onze kant. Advocaten, niet van de goedkoopste overigens. En we gaan ervoor, we gaan er 100% voor. We waren op studiereis in Den Haag en we hebben daar heel veel dingen geleerd. En zelfs in het slechte geval, uiteraard houden we daar rekening mee, dat er straks op vooral protocolair vlak iets misloopt. Waar we erg goed in zijn in ons land. Van, wij betwisten niet uw standpunt. Sterker nog, u hebt gelijk in uw standpunt. Maar hier staat een komma verkeerd. En dus winnen wij. Wel, zelfs in dat geval gaan we gewoon door. Ik denk dat we dat onderling al hebben afgesproken. Eigenlijk zijn we ook daar klaar voor. Dan is het gewoon op naar volgend jaar. En we doen het opnieuw. Hopelijk met jullie steun. Dank u wel. Hey, we moesten zo de Fidel-achtige toespraak geven, maar die is nu gegeven. So, yes, we can. Ik heb dus een filmpje bij. En als alles goed gaat, dan gaat het zo. Dit moet je zien om te geloven. Dit is een filmpje uit 1958. Ik ga het luider zetten. Extremely dangerous questions, because with our present knowledge we have no idea what would happen. Even now, man may be unwittingly changing the world's climate through the waste products of his civilization. Due to our release through factories and automobiles every year of more than 6 billion tons of carbon dioxide, which helps air absorb heat from the sun, our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad. Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. And if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi Valley. Tourists in glass-bottomed boats would be viewing the drowned towers of Miami through 150 feet of tropical water. Foreign weather, we're not only dealing with forces of a far greater variety than even the atomic physicist encounters, but with life itself. 1958, hè? Dames en heren. Hey. Om maar te zeggen, we wisten het.
Maar we waren een beetje zoals de grap van de man die naar beneden valt uit het appartementsgebouw van 106 verdiepingen, die bij het passeren van de vierde zo zegt: tot hiertoe zie ik probleem zo niet. Het is onwaarschijnlijk, als ik dan... Jullie weten dat hier, hè, verstandige mensen van de U, Gent, waar men durft te denken en nee. Sinds wanneer weten we van het broeikaseffect? Wie heeft dat uitgevonden ergens? Iemand? Wanneer en zo? Arrhenius? Al Gore, zo laat. Santé Arrhenius, inderdaad. Voilà, kijk, dat is stoffen om met verstandige mensen te gaan en met dingen die werken. Voilà. Ik wist dat dus niet, maar dan denk ik inderdaad, 1896 heeft die mens alles uitgelegd en zei, mochten we zoveel CO2 hebben in de atmosfeer als we ongeveer vandaag hebben, dan gaat de temperatuur, wam, totaal exponentieel stijgen, 2, 3, 4, 5, 6 graden. Wat hij nooit voor mogelijk hield. En daar zijn we dus vandaag en dat weten we dus al meer dan een halve eeuw zijn wij de kikker in de pot van Al Gore. Dat is wel van Al Gore, die doet die experimenten zelf. Hij steekt kikker in die pot en daar komt een beetje vuur onder. Maar dat gaat te traag voor ons en er is geen sociaal draagvlak voor klimaat. Niemand is daarmee bezig. En dan denk je altijd, oh nee, raar, toch? Die Max, man. Zo, reality, we zijn daar niet goed in. En zeker in dit land waar we nogthans goed geïnformeerd zijn en zo, niet. En zeker onze politici dan blijkbaar niet. Wij gaan maar verder, terwijl, en daar word ik altijd zo zot van, terrorisme, ebola, aardbevingen, dat zijn allemaal zo problemen waar ik niet direct weet hoe ik daar moet aan beginnen. Maar het klimaat wel, daar kunnen we echt zo aan beginnen. En inderdaad, daar zijn ongelooflijk veel hoopvolle oplossingen voor die ons verdomme rijker gaan maken in een veel veiliger wereld en een gezondere wereld, wat ook niet zo slecht zou zijn. We leven in een van de meest vervuilde gebieden ter wereld. Nog altijd ook iets wat we niet willen weten, net zoals we niet willen weten, dat we ongeveer toch de vijfde grootste voetafdruk hebben ter wereld. Ja, vorig jaar nog de zesde, maar we zijn aan het stijgen. Dat willen we allemaal niet zo weten. Ik droom zo van inderdaad het warm water terug uit te vinden. Hè? Serge had er al over. Dit is gewoon heel erg rechtstreeks van de zon energie aftappen. Als we 200 op 200 kilometer volzetten met dit soort solar thermale installaties. Deze maakt energie voor 160.000 gezinnen, staat in Ivanpah. Dan stillen we de energiehonger van de hele planeet. Ah! En opgelost. Ja, ik word daar dan zo hoopvol van. En groene jobs zijn ongeveer de enige jobs die op dit moment absoluut aan het groeien zijn. Dus veel redenen om daarmee te beginnen. Wel, nu helaas niet. We voeren ook daar het peloton aan van de landen die het minst doen aan duurzame energie. En onlangs hoorde ik dan ook nog zo Philippe Muiters, die dan ook nog eens zei dat de maatregelen die er zijn bij bedrijven om duurzaam te gaan handelen, worden niet teruggeschroefd, maar afgeschaft. En dan zijn ze verdomme nog verbaasd als wij ze een proces aan doen. Ik dacht ze van, ja, I'm gonna sue you bastard. Bon, maar we moeten vriendelijk blijven. Totdat je deze dingen ziet, hè, we staan op deze tweesprong in de geschiedenis van de mensheid. En dan ben ik altijd aan het tellen. Ik heb dan zo kinderen gemaakt, geschopt. En dat was op zichzelf aangenaam, tof. Mijn vrouw doet dan meestal de rest. Maar als er gevaar is, dan is het toch aan ons, aan de man. En ik dacht, ja, oké. Okay. Dus dit is waar we zijn dan. En jullie kennen deze grafiek. En wij kunnen kiezen. Ofwel, business as usual. Wam, zitten we aan tegen 2040 normaal aan die 2-graden grens. En als we zien wat er vandaag gebeurt aan bosbranden, overstromingen, mudslides, droogtes, cyclonen, gigantische rampen. En we zijn nog maar aan 0,8 graden stijging. Wat ongeveer staat ons te wachten aan 2 graden? En daar mag je het niet over hebben, want je mag de mensen niet bang maken. Nee,
De brandweer moet gewoon zonder sirene uitroepen en zeggen... Goh, sorry, maar dat is eigenlijk al 50 jaar aan het branden op je zolder. Je doet ermee wat je wilt. Ik zou blussen en heel snel. En hoe sneller dat je dat blust, hoe meer kans dat je... Oh, voorzichtig, hè. Ga er geen alarminstallaties bij te pas. We waren zo goed bezig. Toch, economie en al. Allee, niet, maar dat dachten we toch. Dus je mocht de mensen geen schrik aanjagen. En je mocht ze ook eigenlijk niet vertellen dat er een hoopvolle andere toekomst is. Want we moeten eerst, Serge heeft gezegd, al die fossiele energie er nog door jassen. Maar op dit verschrikkelijke tweesprong staan we, waar we dus inderdaad voor die blauwe weg nog kunnen gaan, die ons ook al geen bed op rozen belooft. Hè? Want het zal er sowieso al niet beter op worden. Maar de andere is direct naar... Jullie kunnen tellen en jullie zijn jong. Dus kijk waar je bent, hè? In 2014, 2060. Jullie zullen daar nog zijn. Hè? Maar dus misschien ook niet. In een wereld die het leven niet meer waard is. En dan moet je een overheid voor schuldig verzuim... Ja, als die familievader die ook niets zou doen, moet je die overheid ook, die niets doet, aanklagen. Hè? En dat is eigenlijk simpelweg wat we hebben gedaan. En dan gaan we vanavond hier straks... Ik heb het echt niet voor debatten, ik heb dat daar tegen. Maar bon. We gaan dan discussiëren. Is dat dan wel de middel? Is dat, ja, moet je die democratie laten werken? Of moeten we niet allemaal met de Climate Express naar Parijs? Of moeten we niet echt gewoon sabotage? Gewoon... Allee, we hebben dat in Doel geprobeerd bijvoorbeeld. Dat heeft een beetje slecht uitgepakt. Maar dat werkt wel. Of moeten we zingen voor het klimaat? Sympathieke acties tenminste. En ja, dan blijven we ook daar discussiëren. En we blijven ook eigenlijk ter plekke. En wat ik zeg, we moeten alles doen. We moeten de fucking, harde acties doen. En we moeten absoluut mee, allemaal met de Climate Express. En we moeten gigantisch allemaal gaan zingen voor het klimaat. Bovendien, daar zijn we ook nog mee bezig. Sing for the Climate International. Maar ik heb beloofd van hier vanavond eigenlijk voor de klimaatzaak vooral op te roepen. Allemaal mede-eiser worden enzovoort. Maar... Ons optie is om heel de wereld eigenlijk, 200 miljoen mensen, te laten meezingen voor het klimaat. Voordat Parijs begint, omdat ik geloof erin, al ja, zelf al zijn we daar met 200 miljoen, we moeten op voorhand eigenlijk zoveel mogelijk sociaal draagvlak maken. En daar ook ben ik het niet eens alweer met Stijn, vandaar dat hem weg is. Ik denk dat de klimaatzaak ook een fijne manier is geweest om iedereen te betrekken bij ons verhaal en uit te leggen waarom dat we het doen. Maar ik krijg dat ding niet verder. Hè? Goed. En dan moeten we durven dromen en durven doen. Jullie durven al denken, maar we moeten in die volgende versnelling durven schakelen allemaal. En voilà. We hebben het groot geschreven op het strand. Dat was toen een filmpje, 2008, om precies uit te leggen wat die tipping point is, waarover dat gaat. En toen zei het kleine meisje, wetenschappers overal zeggen dat we nog tussen de 10 en de 15 jaar hebben vooraleer we ergens in een onomkeerbare situatie terechtkomen. Dat filmpje is van 2008 en het is helaas nog altijd zo afschuwelijk actueel als je het ziet. Dus dan zijn we gaan dansen en daar ook. 75% van de mensen zijn wel bezig met klimaat, liggen daar wel van wakker. Wij moeten niet bang zijn van daarover te beginnen. We moeten het met veel doen en luid. En luid hebben we dan ook gezongen. We gaan het dus wereldwijd doen. En we moeten geloven dat het wel kan gebeuren. Ik was daarbij en dat heeft mijn leven veranderd, echt waar. Toen de Berlijnse muur viel, ik liep daar... Een beetje als toemelings rond, als filmrecensent. Maar ik heb dat meegemaakt. Een maand tevoren waren alle commentatoren, alle professoren, alle doctoranden erover eens dat die muur altijd zou blijven staan. Een maand later ben ik ook mee over die brokstukken, letterlijk Oost-Berlijn, ingewandeld. En is dat veranderd. Same with apartheid.
Er staat hiernaast een gebouw dat de Vooruit heet, dat toont dat ook daar dromen van een andere, een betere wereld perfect mogelijk is. Meer nog, dat als je eraan begint, dat dat eigenlijk wel redelijk goed is voor iedereen. En voilà, ja, kijk, de rest weten jullie, hè, zolang dat we blijven luisteren naar leugens van paljassen en witte jassen, ja, dan verandert het niet. Hè. En daar ook was regelgeving nodig. Wie rookt er nog hier? Echt? Eerlijk zijn, hè? Jij? Joe? Alleen maar twee? Daar, ja, oké. Dezezelfde vraag zou je 20 jaar geleden in een universiteitsauditorium moeten gesteld hebben. Dus als men zegt dat een boel niet kan veranderen, ja, dat is niet waar, hè? Wie recycleert er niet op zijn kot? Nou ja, niemand, hè. 20 jaar geleden, nog maar 10 jaar geleden, zeg ik, God, dat de mensen niet kunnen waarsmaken, die gaan dat niet willen doen. Als ik domme mensen na doe, dan... maar er zijn er geen, hè. Dus we doen dat allemaal wel. We kunnen natuurlijk wel veranderen. We moeten durven gaan naar een re-evolutie. En als de politiek niet mee wil, hè, als zij dan inderdaad zegt, de klimaat-BV's gebruiken hun iPad. En ja, ik moet toegeven, ik gebruik ook wel eens mijn iPad. En ik ga ook wel met de auto, maar ik ga een beetje minder met de auto. En iets korter douchen. Dat is zo typisch dat schuld- en boetedenken dat ons daarin gevangen houdt. En dat maakt dat we inderdaad geen mensen mogen mobiliseren, want iedereen is komen zingen voor het klimaat. En hoe bent u gekomen? Letterlijk ook. Aan Luc de Vos, die hier kwam zingen op Sint-Pietersplein, heeft de standaard gevraagd en hoe zijn ze gekomen? Met een auto zegt hij, ja, ik had mijn gitaar bij en zo. Dat is het enige stuk dat ze daarover hebben gebracht toen. En daar ben ik ook nog altijd woest om. Maar waarover was ik bezig? Het belangrijke is dat we niet moeten gaan naar een beetje minder slecht. Het doet een beetje minder slecht. Dus ik sla mijn vrouw al niet meer op dinsdag en vrijdag. Dus ik ben minder slecht bezig. Dus goed. Nee, we moeten revolutie en goed beginnen zijn. En dat is mogelijk en dat gaat ons heel veel opleveren. En kijk, we hebben begonnen meer dan een eeuw en een kwart hebben ze gewoon niet naar ons geluisterd. Daarna zijn ze met ons beginnen lachen. Ik kan ervan meespreken. Maar nu, hè, we zijn ze kwaad aan het maken. En dan zijn we goed bezig. Want als zij tegen ons beginnen vechten, hè, echt waar, we hebben alle argumenten. En eindelijk in een rechtszaak kun je die argumenten tonen. Dan gaan we winnen. En weet je waarom? Omdat wij met veel gaan zijn. Niet met 11. We zijn nu bijna 8, dus binnenkort 11.000. Iedereen heeft hier natuurlijk sowieso al getekend. En je weet dat ze dan zeggen, ah, je hebt al getekend, kunnen nu ook geld geven. Maar we gaan jullie het geld niet uit jullie zak kloppen, arme studenten die jullie zijn. Maar het zou wel tof zijn als jullie mee we hebben een soort taskforce die op alle manieren zoekt naar funding, want die juristen, je wil het niet weten. Dat is echt, dat is duur. Maar ze zijn belangrijk en het is een gevecht dat we gaan moeten voeren en dan gaan moeten winnen. En dat we gewoon gaan winnen, dankzij jullie. Al was het al maar omdat je hier waart. Dank je wel. Dank je wel, Nick. Zwaar, juristen zijn duur, maar ik wil toch nog eens benadrukken dat ze wel aan sterk verminderde prijs werken voor ons. Alleen is het natuurlijk een lange rit. Het is niet dat we binnen een maand of binnen een paar maanden uitspraken verwachten. Wat Nick ook al zei, van ja, zo'n debatje, hè, en wat gaat dat opleveren? We zullen zien, hè, wat dat oplevert. We hebben een aantal boeiende mensen gevraagd om in dit panel te zitten. Make some mental notes als jullie straks een paar vragen stellen. Ik probeer echt te eindigen om 10 uur. Maar geen enkel probleem voor mensen die zeggen van sorry, maar ik moet echt met een trein halen om vroeger te vertrekken. Wordt u allemaal niet kwalijk genomen, maar hopelijk is het boeiend genoeg om de hele rit uit te zitten. Ik zou graag de mensen, de leden van het panel willen uitnodigen. Vera Duat, ex-politica en voorzitter van de Bond voor Beter Leefmilieu en ook nog academisch consulent van het Centrum Duurzaam Ontwikkeling. We hebben ook Isabel
Lamursault. Zij is advocaat en gastdocente milieurecht. We hebben Johan Albrecht, professor economische wetenschappen, gespecialiseerd in milieueconomie en energiebeleid. Ferdy de Veel, professor politieke wetenschappen. En Serge de Gelderen, die ik u niet meer moet voorstellen, die al uitgebreid gesproken heeft van Futureproofed en medeoprichter van de klimaatzaak. Serge, jij kan misschien hier zitten, want jij moet geen microfoon doorgeven, want jij hebt nog een headset. Ja, okay, ja. En lukt het een beetje, Vera? Ja. Oei, het is een laag stoeltje voor jou. Ah, ja. Ja. Maar je zit lang. Voilà, ik ga deze aan jullie geven, dus deze moet jullie misschien delen. Je kan misschien daar zitten, ja. Serge. Okay. Ja, we hebben afgesproken dat ik ga tutoyeren, dus met de voornaam aanspreken. Het is niet de bedoeling dat jullie dat klakkeloos overnemen, hè, studenten. Dus voor jullie blijft dat professor Albrecht en zo. Hè. Tenzij dat hij zegt, het is niet nodig. Maar voor de gemakkelijkheid gaan we het gewoon doen met de voornaam. Staan we recht? Of? Nee, ga maar zitten. Nee, maar dat is niet erg. Het is makkelijk. We zijn voor een tijdje vertrokken. Gaan jullie echt zo blijven? Echt? Ja? Je blijft... Ja. Oké, maar recht staan is goed, hè? Ja. Riet, stoelen voor de volgende keer als we een debat organiseren. Het is niet erg, we blijven recht staan. Ik zou eerst en vooral misschien, behalve jij, Serge, want dat is een voorspelbaar antwoord dat je gaat geven. Ik ben voor. Hoe staan jullie ten opzichte van de klimaatzaak? Vera, misschien met jou beginnen. Heel positief. Ik ga natuurlijk geen uitspraak doen over Hans' juridische kant. Ik denk dat Isabel daar beter in onderlegd is. Maar ik vind het in elk geval... ik zou zeggen, de zaak moet eigenlijk nog volledig op gang komen. Hè, de pleidooien en dit en dat. Maar ik vind dat jullie al een groot stuk gewonnen hebben. Dus aan de ene kant... wij waren heel ongelukkig ook bij de Bond Beter Leefmilieu dat het klimaat dat was weg. En de media, dat was precies wat die ingedommeld waren rond die problematiek. Dus jullie zijn erin geslaagd om dat terug bovenop de media-agenda te zetten, wat in onze samenleving niet onbelangrijk is, dat is één. Een tweede punt waarin dat jullie al een stuk gewonnen hebben, is... er is wat kritiek op het feit dat het BV's zijn. Ik denk dat je de voordelen van het BV-schap ook moet gebruiken in de klimaatzaak. Dus als men vanuit de milieubeweging zegt, het is allemaal erg, zeggen ze, je zijn weer aan het zagen. Als mensen gelijk Stijn Meursen en anderen zeggen, het is serieus, ik vermoed dat jullie een ander soort publiek bereiken en daardoor het maatschappelijk draagvlak ook vergroot. En een derde punt is op politiek vlak. Ik weet dat de minister, Joop Schouwvliet, heel raar gereageerd heeft. Dat was ook heel defensief. Maar ik weet dat momenteel een heel hoop ambtenaren zich moeten doodwerken om een goede verdediging op te maken. En dat is wel. Natuurlijk niet. Ja, het schijnt dat er grote paniek is in de administratie, maar de minister wil dat er een goed antwoord komt. Het is natuurlijk heel moeilijk om een goed antwoord te formuleren als je ziet dat we zo traag bezig zijn. Maar ik denk dat dat ook voor het beleid... dat er toch iets gaat doordringen van, amai, hè, de cijfers kloppen niet en hoe gaan we dat nu doen kloppen? Ze zijn nu ook bezig met van alles te proberen toch anders te formuleren, zodanig dat het lijkt alsof dat goed is. Dus ik denk dat je ook politiek meer teweeg brengt dan dat je denkt. Ja. Dus in die zin vind ik al, los van de uitspraak, dat de zaak al eigenlijk half gewonnen is. Cool. Isabel, advocate, gespecialiseerd in milieurecht. Hoe sta jij ten opzichte van de zaak? In eerste instantie sluit ik mij volledig aan bij Vera, dat, dus waar er gezegd wordt dat klimaat tot voor de klimaatzaak niet echt wervend was. Ik heb het ook aan de lijf ondervonden. Ik heb ooit een internationaal klimaatcongres georganiseerd met heel veel sprekers en ik had amper in eerste instantie een twintigtal deelnemers. Ik heb kunnen met heel veel moeite tot 40 deelnemers optrekken, maar dat was het dan. Terwijl dat op heel hoog niveau debatteren was over klimaat. Dus het verwonderde mij altijd dat van de verschillende milieuthema's dat klimaat het thema leek waar het minste aantal mensen van wakker ligt. Dus in die zin vind ik het goed dat daar die maatschappelijke bewustwording rondkomt. Rond de klimaatzaak zelf wil ik eigenlijk vooral, dus misschien wat onsympathiek, maar vooral verwijzen naar het Nederlandse voorbeeld nu. Ik vind dat wel een lichtend voorbeeld. Ook de naam is al gevallen van Roger Cox en ik denk dat hij dat verdient om nog iets meer aandacht te krijgen. Want Stijn Meuren zei dat hij een boek over recht geschreven had. Nu, er zijn nog mensen die boeken over recht geschreven hebben. Het is recht met... Ja. Maar wat Roger Cox zo speciaal maakt, is dat hij als advocaat een boek geschreven heeft met de titel Revolutie met recht. En
dat zijn boek echt ingaat op de boodschap van goed, bepaalde thema's moet je nu gaan aangrijpen om, en het recht aangrijpen om daar een revolutie mee te ontketenen. En op basis daarvan is die zaak opgestart in Nederland. Nu, ik vind ook Nederland al een schitterend land om een zaak op te starten, omdat ik ook vind dat justitie daar heel goed functioneert en dat... Je ziet alleen al, trouwens kan je de pleidooien horen via livestream op internet. De pleidooien werden gevoerd op 14 april, dus heel recent. En ook heel opmerkelijk, want er wordt hier gesproken over de zeer lange duur van het proces in België. Maar de pleidooien zijn gevoerd in Nederland op 16 april en de uitspraak zal er zijn op 24 juni. Hè? Ja. De rechters in deze zaal kunnen daar in elk geval ook al een voorbeeld aan nemen. Dus dat op zo'n korte termijn er een uitspraak zal zijn, dat is zeer hoopgevend. Dat zal voor de klimaatzaak niet het geval zijn. Wij in België zitten wij daar met een aantal complexerende factoren. U zei het ook al, er moeten vier overheden gedagvaard worden. Dus wat wij al gaan krijgen, dus ik denk dat Vera mij onmiddellijk ook zal gelijk geven, is wij gaan eventjes een communautaire discussie krijgen. Ja, dus dat zal de voorop zijn van het debat, zoals ook met luchtgaven. Voor alle duidelijkheid, misschien even ter toelichting. Ja. Er is een commissie opgericht om overeen te komen. Al jaren geleden is er een commissie opgericht om te zien hoeveel moet Brussel doen, hoeveel moet het 12 gewest doen, Vlaanderen en federaal. Ja. En dat, ja, dat er nog geen enkele afspraak op papier is gezet. Laat staan, is echt afgesproken en afgeklopt. Dat heeft men ook gezegd na Kyoto, dat het 6 maanden heeft geduurd om tussen de lidstaten te bepalen hoe de percentages verdeeld werden en dat wij er in ons eigen land toch nog altijd niet over eens zijn hoe die verdeling zal gebeuren. Dus dan wordt het heel moeilijk. En nog eens, de discussie zal daarover gaan. En in het luchthavendossier, om een ander milieudossier te noemen, is ook een dossier dat niet gaat over geluidshinder, maar over communautaire problemen. Dat maakt, zonder onsympathiek te willen zijn ten opzichte van de klimaatzaak in België, maar dat maakt de klimaatzaak in België iets minder interessant. Dus om heel eerlijk te zijn, kijk ik vooral uit naar het arrest in de Nederlandse zaak, ook omdat de Nederlandse zaak, want dat is hier wel jammer genoeg nog niet zo aan bod gekomen. Hoe staan wij naar percentages? Ik wil ook, dus hoeveel sympathie ik ook heb voor de zaak, maar ik vind ook wel niet dat je in het wilde weg kan gaan spreken. Je moet eigenlijk wel precies weten welke percentages er gehaald worden en of we al dan niet relatief goed bezig zijn. In Nederland is het zo dat men daar eerst vooropgesteld had in 2007 dat men 30% reductie wou in 2020, maar men zal maar tussen 14 en 17% reductie halen, terwijl dat er eigenlijk idealiter 25% reductie moet gehaald worden in 2020. Dus voor een land als Nederland dat inderdaad zelf ook het eerste grote slachtoffer zal worden van klimaatverandering, is dat inderdaad heel confronterend. Dus ik vind dat die invalshoek ook heel goed is voor de Nederlandse klimaatzaak. Nog eens, voor België durf ik mij daar niet zo goed over uitspreken of dat daadwerkelijk de scores of de resultaten zo slecht zijn. Maar nog eens, het is een goede zaak om er publieke belangstelling voor te wekken op die manier. Ja. Maar, maar voor ons is het natuurlijk niet om de awareness te creëren. Bij ons willen echt wel resultaat halen. Hè. Dus het is ook de bedoeling om op het proces transparantie te verkrijgen, waar er nu heel veel troebelheid over is. Ja. Wat is er al gebeurd de voorbije jaren? En welke reductie zouden we kunnen halen tegen 2020? Ja. Gaan we een streefdoel halen? Nu is er niet zoveel transparantie. Ja. Hè? Daar ben ik dan wel pessimistisch, omdat de duurtijd van het proces in België zal zo zijn dat op het moment dat dan die troebelheid zal weggeëbd zijn in de gerechtelijke procedure, dat op dat moment we deels door de feiten zullen ingehaald zijn. Dus ik vrees dat ik daar jammer genoeg, tezij dat minister Koen Geens nu voor een fenomenale verandering kan zorgen, dat we kortere procestijden krijgen en snellere rechtspraak. Ik zeg het, ik denk dat het vooral de Nederlandse uitspraak zal zijn die richtinggevend zal zijn. Trouwens ook nog van belang, ook voor de zaal, de Nederlandse zaak was en is het is de eerste in de wereld en in Europa die opgestart is, terwijl dat men eigenlijk ook al jaren erover sprak om rond klimaat in alle landen processen op te starten. En dat is nog altijd niet gebeurd. Wel, we zijn het tweede land, maar er zijn andere landen, Serge, die eigenlijk al een gelijkaardige klimaatzaak aan het voorbereiden zijn. Aan het voorbereiden, hè? Ook Roger Cox, die dus gecontacteerd is door... We zien Engeland, Noorwegen, Zwitserland en Spanje hebben al contact gehad met Roger. We
Er is nog geen enkel waar dat het echt de vorm gekregen heeft van hier in België. Maar Isabel heeft gelijk, als ik gewoon heel even mag in. Ja, maar ik zou graag nog het rijtje willen afgaan voordat we echt in debat gaan. Albrecht. Over de rol even, van Roger. Ja, wel, maar we kunnen er straks even op verder ingaan. Ik wil eerst iedereen zijn positie een beetje weten. Wat vindt u ervan? Wel, ik vind het qua sfeer en enthousiasme echt een zeer goed project. Hè. En ook het mobiliseert, denk ik, heel veel. Diverse kanalen. Nu, ik ben geen jurist en ik kan weinig zeggen over de afloop of het succesverhaal. Mm-hmm. Het is wel zo dat eigenlijk het klimaatverhaal is vandaag in handen van boekhouders. Mm-hmm. Die met tabellen werken van zoveel transport, zoveel landbouw, en noem maar op en zo. Mm-hmm. En dat is echt wel een cultuur die niet vatbaar is, denk ik, voor radicale veranderingen op korte termijn. Maar misschien wel gradueel. En ik denk dat er eigenlijk toch wel ook iets positief evolueert op dit moment. Namelijk, iedereen erkent dat we in ons land moeten werken aan een tax shift, een andere fiscaliteit. Uh-huh. En dat is een van de logische opties dat we gaan energie hoger belasten, zeker en vast de meest vervuilende energiebronnen. En de overheid heeft, zoals u weet, geld nodig, heeft miljarden nodig om de belastingen op arbeid te kunnen verminderen. En dus ik denk dat de combinatie van het debat over tax shift op het juiste moment komt met jullie klimaatzaak, omdat de overheden gaan ergens wel zeggen van op Vlaams niveau, wij kunnen niks doen qua fiscaliteit. Hè. We kunnen alleen maar gaan subsidiëren op Vlaams niveau. Terwijl federaal niveau moet gaan andere accijnzen gaan opleggen en noem maar op en zo. En ik denk als er wat meer consensusbuilding is rond fiscale vergroening in de juiste richting, kan die zeker en vast weer gaan versterken. Dus ik denk wel dat dat een belangrijke piste is. En ik wil ook even benadrukken, omdat natuurlijk, als we spreken over tax shift, dat betekent energie wordt veel duurder. Hè? En dan heb je automatisch de reactie van, ja maar, dat is niet goed voor de maatschappij, want dan ga je de zwakkeren hard gaan treffen. En dat is dus sociaal onfair, noem maar op. En dus je hebt onmiddellijk 10.000 argumenten om dat niet te gaan doen. Dus elke potentiële oplossing gaat onmiddellijk veel discussie uitlokken. Maar dan kan je dat wel gaan counteren. Hè. De tax shift debatten die het regressieve benadrukken, die moet je counteren door te wijzen op het feit dat je moet kijken naar je globale fiscaliteit. Is die regressief of niet? Uh-huh. En die is in ons land gelukkig nog relatief progressief. Hè. Maar dus kun je maar zeggen, dat soort debatten kan je winnen eigenlijk. Hè. En ik denk dat die klimaatzaak net misschien een soort katalysator kan zijn om ook dat soort processen te gaan brengen naar wat voor het klimaat natuurlijk zeer dienstbaar is. Hè. En dan wil ik nog één ding ook kort zeggen, dat ook die klimaatzaak weer al juist valt met de opkomst van een paar, laten we zeggen, mooie projecten. Hè. De batterij van Tesla en noem maar op. Maar ook misschien iets meer saai eigenlijk. Hè. UBS, een belangrijke investeringsbank, heeft recent een mooi rapport gepubliceerd over technologieën die het verschil gaan maken op korte termijn. En wat betreft energie. En hun conclusie is de combinatie van elektrische auto's, een batterijsysteem lokaal en zonnepanelen op je dak is rendabel vanaf 2020 zonder enige subsidie. En dat gaat dus de fossiele motoren een belangrijke negatieve impact gaan geven. En dus dat komt door de radicale daling van de batterijkosten eigenlijk. Hè. Mm-hmm. En dus waarom benadruk ik dat? Omdat de middenklasse wil dit. De middenklasse heeft al zonnepanelen en wil dat beter gebruiken. Als je dan ook nog eens dat gaat koppen aan je elektrische auto, heb je een combinatie die je per definitie elk jaar een paar duizend euro kan opleveren. Mm-hmm. En dus die dingen komen naar de markt. Hè. En dus die kunnen worden getrokken door overheden die daar ergens weer de prikkels aan geven. Zoals in Noorwegen voor elektrische auto's incentives bestaan en zo. Kunnen we ook die zaken gaan overwegen. En dan kan denk ik de overheid op een intelligente manier toch wel goede technologie in de markt gaan trekken die op korte termijn, 10 jaar is kort eigenlijk, hè, een belangrijke meerwaarde kan bieden. Mm-hmm. Ferdi, deze werkt ook hè, ondertussen. Ja, je moest eventjes... Ik denk dat ik vooral kan beamen wat al is gezegd geweest. Ik vind de klimaatzaak ook een goede zaak. Ten eerste omdat ik denk dat elk initiatief er een nieuwe sense of urgency geeft aan klimaatverandering toe te juichen is. We hebben toch gezien dat na de crisis gestart in 2008 klimaatverandering een beetje op het achterplan is gekomen. En ik denk de tweede dat de klimaatzaak door de manier waarop ze werkt een belangrijk signaal geeft. Het is al gezegd door Stijn en ik.
jullie klagen de politici aan omdat zij verzaken aan een fundamentele plicht, namelijk het beschermen van hun burgers, het garanderen van een leefbare wereld voor de bevolking. En de analogie die Nick net maakte, had ik ook in gedachten. Als een gezin de fundamentele rechten van haar eigen kinderen schendt, ja, dan grijpt de jeugdrechter in. Wat jullie eigenlijk zeggen is, de politici schenden de fundamentele rechten van haar burgers, verzaken dan die plicht tot bescherming van de burgers, dus dan stappen wij naar de rechter. Ja. Nu, ik denk dat... ik ben ook geen jurist, dus ik kan ook moeilijk oordelen over jullie kans op succes. Maar daar zullen de rechters wel uitspraak over doen. Het is wel, je vindt het een goede zaak dat vanuit burgers deze stappen worden gezet. Hè? Dus dat mag ik er wel uit afleiden. De vraag is nu, we hebben zoveel feiten zien passeren waaruit blijkt wat er aan de hand is. Vera Duhau heeft jarenlang in de politiek gezeten. Welke mechanismen zorgen ervoor dat er dan toch niet de nodige actie wordt ondernomen? Wat zijn die hindernissen? Ik denk dat de belangrijkste hindernis is dat de politiek bijna structureel denkt op korte termijn. En dat klimaat een lange termijn probleem is. Mm-hmm. En dat is heel erg. Dat is één ding. Een tweede is dat er... natuurlijk in de periode dat ik ooit het eerste Vlaams klimaatplan gemaakt heb, dat was op dat moment moest je nou de coalitiepartners overtuigen dat er een klimaatprobleem was. Dus, allee, in dat perspectief gezien vind ik wel dat er al stappen vooruitgezet zijn. Ja. Dus toen was het echt discussie in het parlement van, maar wat zeg je allemaal, er is geen klimaatprobleem, alles is in orde, het is allemaal zever enzovoort. Nu, dus dit is verbeterd. Aan de andere kant stel ik wel vast dat een aantal toch belangrijke politici ook zeer relativerende uitspraken doen over als ze de afweging moeten maken tussen is het klimaat belangrijk of is de economie belangrijk? Moet onze economie verder groeien en dan liefst een economie die verslaafd is aan olie? Of moeten we juist zorgen dat er een ander soort economie komt? Dus dit zijn dan weer mechanismen en discours die gehouden worden naar de kiezers toe, waar ik eerder verontrust ben. En het zou dus heel goed zijn, moest je die zaak ook winnen. Hè? Ja. Want dan is men verplicht om daarop in te gaan. En het is nogthans geen of-of verhaal. Dat is ook iets, denk ik, dat de klimaatzaak wil benadrukken, Serge. Dat het niet is, het is of economie, of het is een beter milieu, een beter klimaat. Ja, eigenlijk is dat de echte tragiek van de zaak. Want zelf mochten we geen global warming hebben, geen catastrofes die zich gaan versterken, zouden we eigenlijk sowieso willen afstappen van fossiele brandstoffen. Er zijn gewoon heel veel voordelen om op renewables te werken. Het gaat jobs creëren, de koopkracht van gezinnen neemt toe. We gaan veel minder van ons bruto nationaal product exporteren naar de buitenlanden, et cetera. Dus je kunt gewoon losstaan van enig klimaatargument bijna gewoon een hele case opbouwen van ja, it's a sensible thing to do. En een van onze kennissen hier, Chris, sprak juist over een lezing in het ICC in Gent vandaag over een milieuexpert die uit China komt en die getuigt over de snelheid met welke ze daar massaal aan het investeren zijn in renewables en cleantech. Dus ik denk dat we effectief aan die shift staan, maar dat er sowieso veel overgangsverschijnselen en reactiviteit is en witte. En dat ene land al sneller gaat overstappen dan... Ik wil nog één ding zeggen, dat is over die illustratie van de korte termijn. Hè. Er is al jaren, ook 10 jaar terug, discussie over de afschaffing van de bedrijfswagens. Mm-hmm. Dat kost dus aan fiscale voordelen en het feit dat daar geen sociale lasten op moeten betaald worden. Dat is 4,1 miljard euro. Dat is nu zo simpel om dat af te schaffen. Er is niemand die daardoor gaat ziek worden of... dat is geen groot gemis en dat lukt dus niet. Dat is zo'n heilige koe. Ja. En dus in de politiek wordt dan gezegd, als we daaraan raken, dat heeft ook minister Van Leefmeer gezegd, dan worden we de volgende keer niet meer verkozen. Ja. Johan, Serge heeft net een aantal baten opgesomd. Hè? Wat een transitie de maatschappij zou kunnen opleveren. Er zijn heel veel studies gedaan naar de werkgelegenheid die het zou scheppen. Betere luchtkwaliteit, minder geluidshinder. De baten zijn zeer erg groot. Wat zijn de kosten dan op korte termijn? Waar hebben politici schrik voor om te worden afgestraft op kortere termijn?
Dan moet je aan de politici zelf vragen. Het gaat over investeringen wel. Hè? Ja. Natuurlijk, als we willen echt een nieuw systeem uitbouwen, dat betekent een nieuwe infrastructuur voor energie, voor mobiliteit, voor woningen, voor industrie, noem maar op. Dat heeft natuurlijk een zeer hoge, wat heet, upfront investeringskost. Je moet geld niet op tafel gaan leggen. En je gaat pas achteraf de winsten gaan plukken, zoals in Nederland met die, met die stroomversnelling van die woningen. Ja. Dus je moet eerst gaan financieren. En men heeft becijferd dat voor gans de wereld, als we echt na 2050 willen gaan naar een radicale reductie, is een investering nodig van in totaal 43.000 miljard. Dat klinkt natuurlijk krankzinnig. Maar je gaat natuurlijk wel veel minder moeten uitgeven aan energiediensten de komende decennia. En je kan dus daarmee op verloop van tijd je investering gaan terugverdienen. Eigenlijk nog gaan winst maken ook. En een belangrijk punt is dat bij die terugverdieneffecten zitten ook natuurlijk de gezondheidseffecten van betere luchtkwaliteit. Ik ken die cijfers niet van buiten, maar ik dacht dat voor Europa werd geschat dat ongeveer elk jaar we ongeveer 5 miljard aan gezondheidsverliezen oplopen door slechte luchtkwaliteit. Dus je kan eigenlijk heel veel zaken ook gaan terugverdienen. En dan wat men ook niet kan gaan becijferen is, als we nieuwe systemen gaan bouwen, gaan daar ook natuurlijk nieuwe diensten aan gekoppeld zijn met belangrijke positieve effecten die we nu niet kennen. Nieuwe jobs, nieuwe services, noem maar op en zo. Denk gewoon weer aan het internet. Hè. Had men gevraagd 25 jaar geleden, wat is de marktwaarde van het internet? Niemand kon het eigenlijk benaderen. Maar dat is nu natuurlijk gigantisch groot. Hè. Dat is moeilijk te vatten zelfs nu. Dat kan ook ergens met slimme netten, waar ergens ook diensten worden gekoppeld aan uw verbruik van elektriciteit, de productie daarvan en zo. En dus uiteindelijk, ja, nu weten we, ons systeem van vandaag is ergens eindig, heeft belangrijke nadelen. En je moet ergens durven kiezen voor innovatie. Hè. En dat gaat met vallen en opstaan gebeuren. Dat gaat niet perfect gaan vanaf dag één helemaal niet, maar dat hoeft ook niet. Je moet je fouten kunnen corrigeren ook. En uiteindelijk zit hier ook wel, denk ik, veel tewerkstelling in voor lage scholen. Als we denken aan renovatie van woningen, dat is een zeer belangrijke markt voor lage scholen, die minder en minder kansen krijgen in de industrie en noem maar op. Dus je moet ook een klein beetje zien als een soort sociaal verhaal dat positieve effecten met zich gaan meebrengen. Serge? Ik wou eigenlijk ook toevoegen, in een land zoals België is er 260 miljard geld dat op de spaarrekeningen ligt te slapen, waar we hoeveel op krijgen nu? 0,5% of zo. Lachwekkend. Ja. Als je kijkt wat dat rendement is van te investeren in energieefficiëntie, of in Nederland is er een heel beroemd voorbeeld van de windcentrale. Dat was een crowdfunded project waarbij mensen een aandeel in windmolenpark konden kopen. En dat was de snelste crowdfundactie in Nederland. Ik denk op 24 of op 48 uur waren alle aandelen verkocht en de mensen krijgen daar 6-7% op. Dus het is niet dat we geen geld hebben om daar initieel in te investeren. Ik denk een ander voorbeeld is het Juncker-plan, het Europees investeringsplan, dat op 3 jaar tijd 315 miljard willen investeren en waarbij wel de bedoeling is om een deel daarvan naar de duurzame energietransitie te sluizen, maar waarbij het Europees Parlement eigenlijk verder wil gaan en ongeveer een derde van die middelen wat voorbestemmen voor energieefficiëntie, zoals renovatie van huizen, en dat door een meerderheid van het Europees Parlement is afgeblokt. Wat ik onbegrijpelijk vind. Dat is denk ik wat een bewijs waar politici verzaken aan hun plicht om mee te helpen aan die transitie. Iets wat ik ook nog wil zeggen, is wat ik interessant vond in uw presentatie, of die van Nick, ik ben het nu vergeten, was, maar ik denk dat die van Nick was, die een voorbeeld gaf van succesvolle revoluties uit de voorbije 100 of 50 jaar. Ik zag de burgerrechtenbeweging, val van de Berlijnse muur, de vrouwenbeweging, feminismebeweging. Ik denk dat het allemaal voorbeelden zijn waaruit we kunnen leren en die twee zaken combineren. Dat zijn allemaal massabewegingen geweest. Iets waar het de milieu- of klimaatbeweging nu nog een beetje aan ontbreekt, denk ik. En ook telkens bewegingen waarbij er voor die mensen die op straat kwamen iets in zat. Een korte termijn, een tastbaar, een materieel belang. En ik denk dat klimaatbeleid en klimaatdebat misschien tot nog toe een beetje te veel over de hoofden van de mensen is gevoerd. En dan vooral het klimaatbeleid. Als we denken aan wat Europa de voorbije tijd al heeft gedaan, het emissiehandelssysteem, maar ook op Vlaams niveau subsidies voor zonnepanelen. Ja, dat was eigenlijk iets voor de bedrijven. We wilden de bedrijven incentives geven om minder uit te stoten en zij konden daar iets aan verdienen. En ook van die subsidies voor zonnepanelen maakten vooral bedrijven en de hogere middenklasse gebruik. Middenklasse, hè? Ja. Dus ik denk dat we na moeten denken over manieren waarop we ook de
de gewone man een belang kunnen geven in de strijd tegen klimaatverandering. En bijvoorbeeld in plaats van dat emissiehandelssysteem, ja, waarbij emissierechten onder bedrijven verhandeld worden, lijkt het mij een beter idee om een belasting te heffen op CO2-uitstoot en de opbrengst daarvan gewoon uit te delen aan de bevolking, ja, via een carbondividend. Zulke voorstellen circuleren al. En wat is dat dan? Wat houdt dat in, een carbondividend? Ja, van de opbrengst die je hebt van die CO2-tax geef je elke burger eenzelfde som, wat dat een progressieve werking heeft, want dat zal meer relatieve koopkracht betekenen voor de lagere inkomens dan voor de hogere. En daarmee neem je ook, dus je geeft dan een belang, je neemt meteen ook de vrees weg dat die energietransitie voor een hogere factuur zal zorgen en daarom oneerlijk zal werken, omdat dat vooral de lage inkomens zal treffen. En ik denk dat je daarmee dus korte termijn belang creëert voor de gewone man en ook een soort van coalitie creëert van belanghebbenden die nadien ook niet meer willen terugkomen van dat klimaatbeleid. Iets wat we bijvoorbeeld met de sociale zekerheid hebben gezien. Sinds de jaren 70, de neoliberale revolutie, wil rechts graag tornen, de sociale zekerheid afbouwen. En dat is hen niet gelukt, voor een groot deel denk ik, omdat te veel mensen belang hebben bij die sociale zekerheid die we hebben ontwikkeld. Iets wat we denk ik ook de komende jaren zouden kunnen zien in Amerika met de Obamacare-hervorming. De Republikeinen zouden die heel graag terug afbouwen als zij aan de macht komen. Mijn vermoeden is dat ze daar niet in gaan slagen, omdat ondertussen te veel Amerikanen belang hebben gekregen bij die publieke gezondheidszorg. Dus ik denk dat we moeten nadenken over zulke systemen in het klimaatbeleid ook. Een argument dat wel eens vaak gebruikt wordt is, we moeten eigenlijk al die inspanningen die doen, de technologie zal het allemaal wel oplossen. De batterij die de heer Musk, de uitvinder, de lanceerder van de Tesla, heeft bekendgemaakt. Hè, dat dus het probleem van de opslag van eigen energie opwekken op lokaal niveau, een batterij kan dat oplossen. Dus er is vooruitgang. Er is vooruitgang zichtbaar bijna. Bijna op zeer korte termijn komen er weer nieuwe dingen uit. Is dat de oplossing? Is dat een reden om niets te doen? Of is dat een reden of een argument voor beleid om te zeggen van we wachten gewoon af, we gaan nu al die investeringen niet doen. De technologie lost het wel op. Serge? De CO2-captatie is een ander voorbeeld. Het is een en-en, maar het houdt een aantal gevaren in. Bijvoorbeeld CO2-captatie is een goed voorbeeld van iets waar we zeker over moeten nadenken. Hè. Je hebt het gezien als we niet. We stoten het uit en we vangen het terug op. Maar, en we kunnen er een nieuw goedje van maken dat het terug nuttig wordt. Maar dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. Want enerzijds moeten we die discussie hebben. Wat als het echt fout loopt en we slagen er niet in om aan de bron emissies te reduceren en we gaan op andere manieren moeten nadenken om eventueel CO2 uit de lucht te halen of te scrubben of zo. We moeten daar nu over nadenken. Maar als we daar te veel over nadenken, dan is dat misschien een soort comfortabel plan B van we zijn goed bezig en als het echt ooit zo erg wordt, dan kunnen we alsnog onze stofzuiger aanzetten en alle CO2. Dus dat snijdt aan twee kanten. Maar ik denk dat en de technologie en persoonlijke gedragsverandering en gewoon dat politiek kader, dat op die drie fronten zal moeten gewerkt worden. Want gewoon mensen die hun eigen gedrag willen veranderen, is heel belangrijk. Daar begint het mee. Maar je kunt maar zo ver gaan natuurlijk. Dat voorbeeld vanuit Nederland van die woningen isoleren. Voor een individu is dat een bijzonder complex probleem om te beginnen doen. Dat kost heel veel. Je hebt 10 verschillende aannemers. Dus door dat in een pakket te steken, daar beleidsmaatregelen en steun en banken en zo bij te betrekken, en door het ook aantrekkelijk te maken voor de bewoners, want daar spreken ze eigenlijk niet over het klimaat. Ze zeggen het is een upgrade voor uw woning. Zo wordt het in de markt gezet. Dan kun je erin slagen. Maar dus ik ben niet technocentrisch en denk van enkele technologie gaat ons oplossen. Maar het gaat wel ongelooflijk gemakkelijker maken. Als je ziet naar het rendement van de zonnepanelen, de prijs, de wagens die beter worden, de isolatietechnieken, de industrie die zoveel kan besparen. We hebben dat allemaal nodig. Maar we kunnen niet het uitstellen totdat er een soort deus ex machina komt of zo. Uh-huh. Dus dat is mijn mening. Ja, eigenlijk zijn we, als we spreken over klimaat, zijn we aan het nadenken van een duurzame samenleving. Hoe ziet dat eruit? Hè? Want nu gaat het over klimaat, maar we zouden eigenlijk ook van alles moeten doen rond grondstoffen, rond verlies van biodiversiteit, rond de stikstofcyclus die verstoord is. Dus we zijn niet goed bezig als mensheid.
We zijn bezig met de aarde aan het observeren. Mm. En inderdaad, die technologie is ongelooflijk belangrijk. Ik denk dat we bij reuze sprongen gaan vooruitgaan. Maar we gaan ons op een bepaald moment toch moeten afvragen... Wanneer is genoeg genoeg? Mm. Hè? Ik heb vrienden die een koppel met twee volwassen kinderen, die hebben vier auto's. En die vier auto's staan op de oprit. Ik zie ze doodgraag, hè, tussenuitjes, maar die hebben wel vier auto's. En de vraag is, moeten we daar niet over beginnen nadenken? En we moeten vooral... En ik vind op dat vlak dat Gent een prachtige stad is. Hè. Er gebeurt hier van alles. Van mensen die op een andere manier hun leven organiseren. En die ook nog bewijzen dat het plezant is. Want het is niet dat we terug willen naar Bokrijk of dat we ons van alles moeten ontzeggen. Nee, je kunt op een andere manier leven, zodanig dat de druk op de aarde en de druk op vlak van klimaat veel minder is. Maar dat denk je aan initiatieven als autodelen? En ja, zo, autodelen. Ja. En hier in Gent zijn er initiatieven van stadslandbouw met lokale groenten enzovoort. En eigenlijk komt het erop neer van uw eco-efficiëntie. Ongelooflijk belangrijk. Maar de sufficiëntie, dus eigenlijk van we moeten ook zien op welke manier dat we gaan verder leven. Willen we dat voor de volgende generaties kunnen bewaren, is ook ontzettend belangrijk. Maar het is niet altijd een gemakkelijke boodschap. En dat realiseer ik. Ja, misschien aansluitend daarop. In Nederland heeft men ook onderzoek gedaan naar de inzetbaarheid van recht om de ecologische voetafdruk te verkleinen. En bij het begin van die studie werd er een interessante opmerking gemaakt, vond ik. Dus Vera zegt ook, ja, er is eigenlijk een veelheid aan problemen. En je kan daar dan ook veel beschouwing rond aan wijden. Maar het punt is ook, als er een veelheid aan problemen is, dat het eigenlijk voor de burger heel lastig wordt om daar dan oplossingen voor te zien. En er werd gezegd dat eigenlijk de burger daardoor komt in een situatie die binnen de psychologie genoemd wordt als de cognitieve dissonantie. Dus dat is een begrip dat mij onbekend is, maar de cognitieve dissonantie, als er psychologen in de zaal zijn, dat zou erop neerkomen dat... wanneer dat je geconfronteerd wordt met een veelheid aan problemen waar dat je geen oplossingen voor ziet, dat je gewoon in plaats van het probleem op te lossen, je houding ten opzichte van het probleem oplost. In die zin dat je gewoon zegt van het zal allemaal wel loslopen, het zal allemaal wel niet zo'n vaart lopen. Ja. En ik denk ook dat ook een belangrijk probleem is, ja, dat je zodanig veel milieuthema's hebt en dan zeker al het klimaatthema, dat iedereen daar tegenaan kijkt en denkt van, en niet meteen zelf een oplossing vindt, of het gewoon wel comfortabel vindt om te denken dat technologie het wel zal oplossen. Mm-hmm. Dus ik denk dat ook een vorm van cognitieve dissonantie zou zijn dan. Mm-hmm. Ik ga nog een vraag stellen, een vraag die ik ook geregeld krijg vanuit de pers. Waarom moet België doen wat dat wij vragen vanuit de klimaatzaak, terwijl dat het eigenlijk een globaal probleem is? Wie waagt zich daar een antwoord op te formuleren? Je zou kunnen zeggen, het is een globale opportuniteit. Hè? Ja. Omdat uiteindelijk je moet leren welke systemen meer passen in de uitdagingen van morgen. Je kan daar ook markten mee aanboren. En dus Umicore, hè, een Belgisch zeer belangrijk bedrijf, is wereldleider in bepaalde batterijtechnologie en batterijrecyclagetechnologie. En dat is fantastisch, hè? Dat is een Belgische kennis die... Terwijl het vroeger een zeer vervuilend bedrijf was. Ze hebben ook een transitie gemaakt. Ja. Hè? Dus dit geldt niet alleen voor Umicore, maar dat kan ook voor vele andere kennisbedrijven gelden. En uiteindelijk, je moet misschien niet te vroeg in die verhalen inspringen, want niet vergeten dat ergens 30 jaar terug had Vlaanderen ook leidende bedrijven rond waterstoftechnologie, fuelceltechnologie en ook windmolens eigenlijk. Hè. Maar die had geen markt toen. Uh-huh. En dus al die bedrijven hun technologie is verkocht voor een spotprijs aan Canadese bedrijven, Amerikaanse bedrijven, noem maar op en zo. Alles kwijt eigenlijk. Dus als de overheid geen markten creëert, kan een technologie niet doorstromen. Hè. Ik geloof ook in technologie. Maar technologie komt niet zomaar op een markt. Dat moet ergens worden getrokken in die markt. Daar kan de overheid eigenlijk veel rond doen. Maar dus uiteindelijk, tegen 2050 zijn er andere markten die we vandaag niet kennen. Met andere technologieën, met andere spelers die vandaag nog niet bestaan. En wie zich daarvan afsluit, mist een trein. Ik denk een belangrijke trein. Natuurlijk, je moet misschien niet te vroeg in een zeer dure trein gaan stappen. Hè. Je moet dat wel rationeel afwegen. Maar je moet toch selectief beginnen te investeren in die beweging die denk ik zeer, zeer belangrijk wordt. Dus
Waarom moet België daaraan meedoen? Omdat België nu eenmaal moet hersenen exporteren. Hè? Ja. En dus wat moeten we anders doen? Onze steenkolen terug gaan opgraven die er nog steken. Ja, dat vinden we geen goed idee. Dus wij moeten daar denk ik als kennisland aan meedoen. Ja. 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 Dat is we moeten onszelf ook heruitvinden. Ik ga heel even de microfoon nemen, want ik hou de tijd in het oog. Hè. Ik had het beloofd. We hebben een kwartiertje, dus ik ga toch een aantal vragen op u af laten vuren, voilà, door mensen hier aanwezig. U bent? Misschien u even voorstellen. Ja, Agnes Jonkere. Obama zegt dus dat het klimaatprobleem het grootste probleem is. Maar hij ontgeent schaliegas. En met het TTIP-verdrag wil hij eigenlijk hebben dat ook Europa schaliegas ontgeent. En daarbij wordt veel CO2 geproduceerd. Dus ik vraag me af, allee, in hoeverre meent gij het dat dit een groot probleem is? Wat TTIP is toevallig mijn specialiteit, dus ik kan daar misschien op antwoorden. Maar het zijn eigenlijk vooral wij, de Europeanen, die via TTIP toegang willen krijgen tot het vloeibaar gemaakt schaliegas. Waarom? Door die schaliegasrevolutie ook... olie die via fracking, schalieolie die is bekomen, shale oil, is elektriciteit vandaag in de Verenigde Staten veel goedkoper dan in Europa. Wat maakt dat onze bedrijven met een competitiviteitsprobleem zitten. Dus wat willen wij? We willen toegang tot dat goedkoop schaliegas om op die manier ook onze energiefactuur voor onze bedrijven in Europa te verlagen. Opnieuw is dat denk ik schuldig verzuim of schuldige actie van politici, want dat gaat compleet in tegen de Europese klimaatengagementen en het klimaatleiderschap dat Europa, de Europese Unie, altijd aan de dag wil leggen. Dus ik denk dat het een perfect voorbeeld is van hoe politici altijd heel veel de mond vol hebben van climate mainstreaming. Dat wil zeggen, we moeten niet enkel een apart klimaatbeleid voeren, maar we moeten klimaatdoelstellingen in al onze beleidsdomeinen serieus nemen. Nu, in handelsbeleid, wat dan mijn expertise-domein is, zie je dat helemaal niet gebeurt. Er zijn andere voorbeelden. De Europese Unie heeft Ontario, een Canadese provincie, samen met een aantal andere lidstaten voor de WTO-rechtbank gedaagd, omdat zij subsidies gaf voor hernieuwbare energie, voor feed-in tariffs. En zo zijn er nog een aantal andere voorbeelden van hoe het Europese klimaatbeleid en handelsbeleid eigenlijk heel vaak botst. Mag ik daar kort even? Ja. Ik ben daar, het is een debat, ik ben er echt niet mee akkoord wat u zegt, hoor. Omdat, wat gaat schaliegas van de markt wegduwen? Steenkool, hè? Vergeet dat niet. In de landen met schaliegas wordt steenkool niet meer verbrand. Nee, dus per kilowattuur, als je werkt met een steenkoolcentrale, 1000 gram CO2, met gas 500 gram CO2. Waarom dalen de emissies van CO2 in de VS? Omwille van schaliegas. Steenkool wordt niet meer gebruikt in de VS, wordt geëxporteerd naar Azië en naar Duitsland. Waarom stijgen de CO2? Maar het blijft op de markt natuurlijk. Hè? De hoeveelheid steenkool blijft op de markt en globaal wordt het wel, ook al is het in een ander continent, verbrand. Prijzen zijn nu zeer laag. Er worden wereldwijd overal steenkoolmijnen gesloten. Niet vergeten, we hebben gas nodig de komende 30, 40 jaar. Hè. We kunnen het niet alleen doen met hernieuwbaar. Je moet gas blijven gebruiken voor intermitterende productie wanneer dat nodig is. En dus dat is veel beter dan te blijven werken met steenkool. Dus je kunt Obama veel aanwrijven, maar het is de manier om steenkool uit de markt weg te krijgen. Maar er zijn denk ik veel studies verschenen die tonen dat schaliegas eigenlijk niet properder is dan bijvoorbeeld olie. Heeft een lagere CO2-uitstoot, maar komt veel methaangassen vrij bij het losmaken, het fracken van dat schaliegas. En dat heeft blijkbaar een slechter effect voor het klimaat dan CO2-uitstoot. Plus, u bent econoom, u weet, nu is schaliegas moeilijk exporteerbaar door de Verenigde Staten. Er moet telkens een goedkeuring aan verbonden worden. Dat willen wij Europeanen opheffen, omdat wij er dan makkelijker toegang toe zouden krijgen. Tot wat gaat dat leiden? Tot extra vraag in de VS, dus hogere prijzen, dus ook een hoger aanbod.
Dus er gaat alleen maar meer ontgonnen worden in de VS. Niet per se een substitutie-effect, vrees ik. En het zal misschien ook wel een vertraging teweegbrengen van de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Het wordt in de Europese Unie ook minder urgent om in te zetten op hernieuwbare energie, want we hebben toegang tot goedkoop schaliegas. Ja. Dus het heeft voor mij meer nadelige effecten dan... Ik ga nog een vraag laten stellen. Voilà. Goedenavond, mijn naam is Cathy De Bruyne. Sinds het aantrekken van de nieuwe Vlaamse regering hoor ik heel veel tegenstrijdige signalen. Enerzijds zegt minister Turtelboom, onze woningen, het woononderzoek, woningen zijn nog niet geïsoleerd, veel daken niet geïsoleerd, veel schrijnwerk nog niet aangepakt. Maar anderzijds zijn er dan signalen van, ja, maar de premies worden niet aangevraagd. Premies om die renovatiewerken te gaan stimuleren. Vorige week was er ook nog een persbericht dat er een fonds bestaat, een klimaatfonds voor de renovatie van sociale woningen, dat nauwelijks aangeboord wordt. En dan spreekt men direct van het afschaffen van die dingen. Premies zijn blijkbaar niet meer nodig, want ze dalen. Terwijl dat je, denk ik, als overheid je de vraag moet stellen van waarom gebruiken de mensen niet als sociale huisvestingsmaatschappij geen kapitaal hebben, kunnen ze dat niet prefinancieren om daarna een premie te gaan krijgen. Je moet het systeem gaan herdenken waarop dat die financiering toch wel vlotter zou kunnen gaan. Alleen zit er natuurlijk niemand in ons panel die echt de regering vertegenwoordigt. Maar ik kan... Serge, ja, jij bent... Ja. Wij zijn eind vorig jaar op het kabinet van Turtelboom langs geweest. We hebben dat voorbeeld van energiesprong getoond. En daar wordt naar gekeken. Normaal gezien zou er volgende maand een energiepact moeten voorgesteld worden, waar ze dat op een iets meer structurele manier gaan aanpakken. Maar ik denk dat dat een complex iets is. Het is en de mensen vinden toegang niet tot die premies soms. Hè. En mijn echtgenote zit daar van boven. Het aantal keer dat wij... Dat zij uitleg geeft aan buren of zo van hoe je welke premie bij welke dienst kunt verkrijgen. Dus dat is zeker een reden. Maar de andere reden is dat er nooit zo'n grootschalige geïntegreerde aanpak geweest is, waarbij dat en banken en materiaalleveranciers en woningcorporaties en bewoners en iedereen erbij betrokken wordt om te zeggen wat zijn al de obstakels die je van A tot Z ontmoet. En hoe kunnen we ontzorgend te werk gaan, zorgen dat er geprefinancierd wordt, dat dat echt een plug-and-play, gewoon, ik bestel dit letterlijk, ik bestel die upgrade op de website, hop, en zoveel maanden later worden geholpen en 10 dagen later zitten in een energie-neutraal huis. Dus die schaal van integratie kennen we hier nu. En het verwondert ons echt niet. We zien dat in alle steden waar we werken, dat die stap daarnaartoe groot is voor veel mensen. Nu, als ik daar misschien nog iets kleins mag aan toevoegen. Het is natuurlijk Nederland, het Nederlands voorbeeld is heel boeiend. En je zou super enthousiast worden als je ziet hoe dat ze het daar doen. Ja. Dus in die 10 dagen, en dat zijn echt grootschalige energiebesparende renovatie ingrepen. Zij plukken nu de vruchten van een betere ruimtelijke ordening dan wij natuurlijk. Absoluut. Dus daar hebben ze woonwijken waarvan de huizen bijna allemaal gelijk zijn. Die beginnen aan woning 1 en na zoveel dagen zijn ze aan woning 20 en het is gebakken. Je moet dat hier een keer bij ons proberen. In de huisvesting zoals het dat hier is. Dus dat is al één zeer groot nadeel. Ja. Een tweede is dat, gelukkig, maar ik hou mijn hart vast, is men het er inderdaad over eens, en dat was een vraag vanuit verschillende hoeken, dat men een energiepact nu zal afsluiten met alle actoren. Ik denk dat ook dat renovatiepact van Turtelboom eventueel, daar zit wel iets in. Mm-hmm. Maar het gaat bij ons allemaal zo traag en het is zo moeilijk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de manier waarop dat in de sociale huisvesting bijna niets gebeurt. Hè? Terwijl dat juist die mensen het financieel ook het moeilijkst hebben en het meest profijt bij manier van spreken zouden hebben, moesten hun huizen beter gerenoveerd worden. Ik vind dat gewoon schandalig, schandalig. Mm-hmm. Dus bij ons loopt het allemaal iets trager, iets moeilijker. Ja. Dus om duur, ik ga nog super, super enthousiast worden voor het klimaat. We hebben hier aan deze kant nog een vraag. Ja. U bent. Ik wil sowieso al beginnen met jullie te bedanken om die klimaatzaak op te starten. Ben je al mede-eiser? Ja. Voilà. Van in het begin? Van in het begin. Proficiat. Ik vind het een prachtig initiatief. Als statement kan het zeker al tellen. En ik zou iedereen willen vragen om dat ook te doen. Maar... Wie is er hier al mede-eiser, by the way? Gewoon om een idee te hebben. Oeh. Oh, preaching to the convention. Ja.
Ja. Maar mijn vraag is eigenlijk, zijn er precedenten in België, in Europa, in de wereld die een resultaat aantonen van zo'n klimaatzaak? Ah, ja. Daar is daar straks al een klein beetje over verteld. Nee. Eigenlijk is Nederland de eerste zaak, hè, Serge, die echt... Dus Nederland en Isabel had gelijk, misschien heb ik dat... Even in mijn intro niet voldoende aan bod laten komen. Ik heb heel veel slides overgeslaan. Ik wil gewoon voor de volledigheid zeggen, Roger Cox maakt deel uit van ons team. Hij is een advocaat samen met Denis Philippe en zijn medewerkers die ons begeleidt. De eis die we hier in België hebben in onze zaak is min 25 à 40% tegen 2020 en 87,5% tegen 2050. Dus wij hebben ook nog geen oordeel of dat België daaraan zal geraken of niet. Maar we volgen gewoon het oordeel van het Europese Milieuagentschap. Die zegt dat België zelf niet op koers is om die 20% te halen. Dus zelf onze minimumgrens zien we niet dat ze dat gaan halen. Dit terzijde. Er is nog geen enkel... land bij ons weten dat effectief al aangetoond heeft dat dit soort klimaatzaak aangepakt is. Maar er zijn wel veel parallellen waarbij, en in het boek van Roger is daar de asbestzaak de belangrijkste inspiratiebron geweest voor die rechtszaak, waarbij een vijf à zestal wetenschappelijke rapporten eind jaren 60 aangaan van kijk, blootstelling aan asbest leidt tot... schade leidt tot longkanker en mesotheliom. En de werkgever zei, maar nee, kijk, mijn arbeiders... En 20 jaar later, ook met een uitgesteld effect. Ja, dat is juist. 30 à 40 jaar later treedt dat effect pas op. De werkgevers zeiden, maar kijk, nee, mijn arbeiders die zijn nog perfect blakend gezond. Er is geen probleem met het jaar nadien, et cetera. Totdat de eerste gevallen van mesotheliom naar boven kwam. En dan is men naar de rechter getrokken en heeft gezegd van kijk, eigenlijk op basis van die, het waren er maar 5 of 6 wetenschappelijke rapporten, hadden jullie moeten weten dat er schade in de toekomst zou kunnen ontstaan en hadden op dat moment moeten ingrijpen. En dus daar is dat een voorbeeld waar dat eerst de rechter ingegrepen heeft en pas nadien de politiek dat als wet en zo gevolgd heeft. Dus, en zo zijn er heel veel voorbeelden. Ook als je inderdaad naar de site van urgenda.nl gaat, kun je de pleitnota zien van 14 april in Den Haag. En heel het pleidooi dat Roger Cox en Koos van den Berg gevoerd hebben. En daar geven ze nog een aantal andere gelijkaardige cases in Turkije, onder andere, waar dat... een bepaalde blootstelling van, ik denk, een mijn of zo, kon leiden tot schade die 40 à 50 jaar later ging optreden en tot 250 kilometer verder dan de oorspronkelijke mijn. En op basis van het Europees Verdrag van de Mensenrechten heeft de rechter daar ook ingegrepen en heeft gezegd van, we gaan die toekomstige schade vermijden door nu in te grijpen. Dus er zijn veel parallellen, maar geen enkele geval op vlak van klimaat natuurlijk. Ja. Dankjewel, Serge. Jonge dame, Isabel wou nog... Gewoon in één zin nog. Proberen in één zin. Wat we wel moeten onderkennen is dat bij de klimaatzaak het iets minder evident is. Dus daar straks, ik moet terug Stijn Meuris vernoemen, die zei van ja, de wetgeving wordt niet nageleefd. Dus ja, dus daar is een enorme verontwaardiging voor. De wetgeving wordt niet nageleefd, dus wij starten een rechtszaak op. Dat kan je eigenlijk wel niet zo hard stellen. Je kan niet stellen dat daar een wetgeving is, maar wel bepaalde percentages die niet gehaald worden. Die percentages zijn afspraken. Nu, het is, zoals Johan ook zegt, op de duur wordt het ook belachelijk met die percentages en die cijfers. Het wordt een mathematisch gegeven. Men moet eigenlijk ook nadenken over wat er achter die cijfers staat en waar die cijfers voor staan. Maar goed, op dit moment spreken we wel vooral over cijfers. En daar wordt er gezegd, we moeten eigenlijk 25% halen tegen 2020. Ik denk in de Nederlandse klimaatzaak dat dat ook de betrachting is. Dat men zegt, kijk, we halen nu maar 14 of 17% tegen 2020. We moeten er 25% halen. Ik denk dat daar het ambitieniveau van de Nederlandse zaak is. Het ambitieniveau van de Belgische zaak is wel heel erg groot. En daar wordt er gezegd van we moeten 40% halen tegen 2020. Nu, op dit moment in Europa is het alleen... 25 à 40. En de finale dagvaarding is 25. Ah, 25. Ah, oké. Want in het begin was er gezegd 40%. Op dit moment in Europa is het alleen Duitsland en Denemarken die zich dat zelf als doelstelling hebben gesteld. En Zweden, ja. Dus die zich als doelstelling hebben gesteld om 40% te halen tegen 2020.
daar waarvan op Europees niveau er gesproken wordt over 25% tegen 2020. Ja. Er worden afspraken daar rond gemaakt, maar je kan niet zeggen als iemand dan dat percentage haalt of niet haalt, dat hij al dan niet de wetgeving naleeft. Ja, het ligt moeilijker. Ja, maar je hebt gelijk dat het geen vaste norm is. En dat het is die afspraak die wij op het internationaal toneel gaan verdedigen, die we dan in die federale roadmap onderstrepen. Daar gaat men vanuit, als je dat zegt, dat je dat ook wilt volgen. Maar je hebt gelijk dat het geen strikte legale norm is. Maar wij gaan eigenlijk de vraag stellen van, is er gevaar, setting? Is dat gevaar bekend? Is er veel kans dat het optreedt? Zijn er dingen die de overheid kan doen? En zijn er serieuze bezwaren tegen het ingrijpen van de overheid om dat gevaar te vermijden. En we gaan eigenlijk die principes ook gaan hanteren. Oké, we hebben nog een laatste vraag. Daar is er ook nog één. Voilà. Ja, maar we gaan er nog te veel hebben, hoor, want we moeten afronden. Al lang in. Ja, er zijn er veel, Serge. Ja. Echt. Goedenavond, Claire Brakke. Ja, ik ben hier toevallig beland, dus ik ben nog geen mede-eiser. Misschien straks wel. Ik ben een beetje een geval van die cognitieve dissonantie daar mevrouw daarnet van sprak, denk ik. Ik zie zoveel problemen, hindernissen, al dat lobbywerk, politiek vlak, dat wij zelfs nog niet van weten, dat ik me afvraag van, nee, ja, hoe beginnen we daaraan? Ik stond in 2008 ook al te zingen voor het klimaat. Het is zodanig versnipperd, al die acties. Zoals Nick zegt, het is niet omdat we de klimaatzaak opstarten dat we niet meer gaan mobiliseren, dat we niet meer andere acties gaan doen. Maar het is voor het eerst dat er in de rechtszaak, in alle rust, zonder in soundbites of slogans te moeten vervallen, zonder ruis, gewoon puur naar de feiten zou kunnen gekeken worden. En we hopen dat daar, los van alle andere invloeden, gewoon gaat kunnen gekeken worden van ja, effectief, die elementen die ik juist opgesomd heb, is er gevaarzetting voor Belgische burgers? Is dat gevaar bekend? Is er veel kans dat het gaat optreden? Kunnen we ingrijpen? Doen we voldoende? En of zijn er echt goede redenen waarom dat we niet ingrijpen? En dat er dus deze en andere rechtsmiddelen gebruikt zullen worden om gewoon heel rationeel naar de feiten te kijken en dan die padstelling te deblokkeren. Want eerlijk gezegd, we hebben geen enkel excuus om niet ambitieuzer te zijn. Zoals Isabel juist zei, er zijn drie landen rondom ons die voor 40% gaan. En het Verenigd Koninkrijk gaat voor 35%. Het Verenigd Koninkrijk heeft een soort aparte carbon tax ingevoerd voor industrie, zodat er altijd een minimumprijs is op een ton CO2. Ze hebben ook een klimaatwet waar dat die percentages in geïntegreerd zijn. En zo zijn er allerlei mechanismes die mogelijk zijn om effectief dat pad dat we daar getoond hebben te gaan bewandelen. Het is gewoon een kwestie van de situatie te deblokkeren. En we hopen dat de klimaatzaak een hefboom kan zijn om dat te bewerkstelligen. Ja, als ik daar één zin mag aan toevoegen. Ik vind dat uw opmerking wel ontzettend terecht is. Ik zou het ook wel jammer vinden als het geloof in die rechtszaak of in die rechterlijke uitspraak zo groot wordt, dat de oplossing wordt binnen de cognitieve dissonantie, dat we denken van, ah ja, daar moeten we nu niet meer aan denken, daar loopt een rechtszaak over. Ja, ja, ja. En daar op het einde van de rit zullen we het dan wel weten. Mij, zoals ik al zei, jammer genoeg is mijn vertrouwen in die uitspraak nihil. Dus ik denk dat we het moeten hebben over de dynamiek die ontstaat door het feit dat die rechtszaak er is en dat die hangt. En in die zin is het niet erg dat ze lang zal hangen, want dat is een zekerheid, ze zal zeer lang hangen. En intussen kunnen we van allerlei leuke dingen bedenken om daar enthousiast rond te zijn. Dus, ja. We hebben wel iets meer geloof, hè, Serge, in onze slaagkansen. Ik ga het hierbij laten. Jullie zijn allemaal uitgenodigd op de receptie die hierna volgt. Wij zijn hier nog een hele tijd, dus jullie kunnen dan nog een keer vragen stellen. Er zijn een aantal vrijwilligers ook die eventueel u kunnen aanbieden een formulier waarin u zich mede-eiser kan opgeven. Of u gaat naar onze website. Wat u moet doen, zeker is het formulier invullen, eerst afprinten, invullen, ondertekenen en dan inscannen of een foto nemen en ons terug opsturen ofwel per post.
Oké, dat is iets omslachtiger dan gewoon een petitie, maar jullie zijn dan ook wel mede-eiser. Eén belangrijk ding dat ik daar moet in vermelden, want jullie krijgen er zo'n bundeltje met allemaal uitleg over wat jullie precies ondertekenen. Als er schulden gemaakt worden bij de klimaatzaak, treden wij daarvoor op, hè Serge? Wij, absoluut, met ons elfen, de elf originele oprichters van de klimaatzaak. Dus jullie zijn op geen enkel manier financieel medeverantwoordelijk. Dus dat is misschien al een hele opluchting. En voor de rest, als jullie zin hebben om zich aan te bieden als vrijwilliger op een of ander vlak, dat kan ook op onze website. Dus als je een of ander talent hebt of je wil gewoon in ons team zitten van vrijwilligers, dan kan je je ook aanbieden op onze website. Bedankt voor de interesse. Ik wil graag nog een laatste applaus vragen voor onze panelleden Vera Duat, Isabelle Lamourceau, Johan Albrecht, Ferdi De Veel en Serge De Gelre. Dank jullie wel. Dank je wel. En uiteraard ook de Universiteit van Gent om ons te ontvangen hier vandaag. Want dat is toch wel heel fijn om met zo'n mooie infrastructuur hier onze zaak te komen verdedigen. Oké, tot straks.